Freedom to me means self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Ja, goedenavond allemaal. Over een... Precies... Ja, kwam maar... Ik heb nog helemaal niks gedaan. Over precies een week en een uur, dan komen waarschijnlijk de eerste exit polls binnen. En dan weten we ongeveer wat u gestemd heeft voor de nieuwe gemeenteraad. Maar u mag nog een keer stemmen en dat is voor de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst. Die oude wet is namelijk nogal oud. Die komt uit 2002. En we hebben gekeken, ja, hoe zag 2002 er eigenlijk uit? Nou, dat was ongeveer zo. Dit was Google, met een wat oude logo. En die had iets nieuws, AdWords. Dat zou wel eens heel groot kunnen worden, dachten ze. Dit was echt, voor hiervoorheen deden we alles op startpagina, maar nu internet zoeken. Dat bleek best wel handig. Ik denk, ik laat ook maar even mijn eigen Hives-profiel uit die tijd zien. Maar toen dacht ik, Hives bestond nog niet. Dat was nog later. Wat je toen had, was Bolt.com. Ik was volgens mij de enige Nederlander die daar een profiel had. Maar dan kon je met mensen uit Amerika chatten. Superleuk. Wat je wel natuurlijk had was CU2. Wie heeft een CU2-profiel gehad? Ja, saus erop of saus ernaast? Ja, dat was toch de hoofdvraag op CU2. Ik heb er vandaag nog eens gekeken. Goh, hoe zou het met CU2 zijn? Volgens mij zag ik alleen maar importbruiden erop staan. Een hele schimmige site geworden. Even kijken, dit was de Bali. Die bestonden al en die had ook al een website. Heel hip zag het eruit. Waar werd over gesproken in de Bali in 2002? Nou, dat was dit. Er werd onder andere gepraat over de Rusland 10 jaar na de val van het communisme. Toen dacht iedereen, het gaat heel democratisch worden, een open markteconomie enzovoort. Zijn nu gewoon weer terug bij af natuurlijk. Even kijken, er meer over gepraat. Oh, de multiculturele samenleving was toen ook al gezeikt, nog steeds gezeikt, dat blijft natuurlijk. Oh ja, democratisering in het Midden-Oosten. Daar ging ook helemaal goed komen, dachten we in 2002. Ja, dus het was echt een hele andere tijd. Maar natuurlijk vooral als het om communicatie ging. Want hoe communiceerden we toen met elkaar? ICQ en MSN. Ja, het was ook een battle. Hè? Zit je op ICQ of MSN? Die mensen praten eigenlijk niet met elkaar. Dus dat was heel anders. Ja, en ik weet niet hoe jullie telefoon eruit zag. Ik heb even moeten rekenen. Ik had deze, de Panasonic GD92. Met twee fantastische functies. Had een kleurenscherm, althans, er zaten dus lichtjes achter het zwart-wit scherm, die af en toe in verschillende kleuren konden knipperen. En je kon je eigen ringtoon inspreken. Het was heel leuk, dat sprak iets heel raars in, leg je hem ergens in het klaslokaal, verstopten we hem. En dan gingen we elkaar bellen, en dan kreeg je hele rare dingen. Ja. Dus 2002 was echt een hele andere tijd. Het internet bestond nog amper, mobiele communicatie bestond nog anders, amper. Dus het is echt wel eens tijd dat we de wet op de inlichting- en veiligheidsdienst gaan vernieuwen. Dat vindt bijna iedereen. Maar of het huidige voorstel wel een heel goed idee is, daar verschillen de meningen over. Ruim een jaar geleden stemde de Tweede Kamer daarmee in, nog de oude Tweede Kamer. En toen werd er toch een referendum aangevraagd op 21 maart over een week. Mag u dus aangeven, bent u voor of bent u tegen de nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdienst? Nou, vanavond gaan we erover debatteren. Mijn naam is Roger Elshout, ik ben uw gespreksleider. En ik ga zorgen dat u om uiterlijk 10 uur veilig bij de bar wordt afgeleverd. En ik ga zorgen dat het een eerlijk debat gaat worden. Wat hebben we verder? Peter Kannen van INO Research, die gaat u vertellen hoe Nederland er op dit moment over denkt. Er zijn net vandaag nieuwe cijfers uitgekomen. Het was heel spannend, hè? Zou het een meerderheid halen of niet? We horen dadelijk de laatste updates. En daarna gaan we het debat aan. We hebben 4 politici, 4 Tweede Kamerleden, 2 mensen voor de wet, 2 mensen tegen de wet. Zij krijgen allemaal 1 minuut de tijd om aan u te vertellen wat hun bindend stemadvies is. En daarna gaan we debatteren in 3 ronden. We gaan het hebben over, is de wet, maakt het ons veiliger? En is het wat we met de privacy doen, is dat een beetje
beetje met elkaar in balans. De tweede ronde gaat over het delen van onze inlichtingen met inlichtingendiensten uit het buitenland. En als derde gaan we het hebben over de vraag, zijn er voldoende waarborgen en toezicht ingebouwd om te zorgen dat de bevoegdheden in die wet proportioneel worden gebruikt en dat de inlichtingendiensten daar niet hun boekje te buiten gaan. En natuurlijk willen we uiteindelijk ook even weten wat u gestemd heeft. Maar laten we eens beginnen met een hele korte crash course voor de mensen die nog niet precies weten hoe die wet in elkaar zit. Een hele korte crash course, de wet op de inlichting en veiligheidsdienst in 1,5 minuut. Naar alle waarschijnlijkheid komt er volgend jaar een referendum over de aftapwet. Die wet geeft de Nederlandse inlichtingendiensten meer bevoegdheden om internetverkeer af te luisteren. Maar wat staat er eigenlijk in die wet? De AIVD en MIVD mogen ongericht internetverkeer gaan doorzoeken. Critici noemen dat ook wel het sleepnet. Er moet wel een aanleiding zijn om zo'n sleepnet uit te zetten. De diensten kunnen bijvoorbeeld een heel internetcafé of openbaar wifi-netwerk aftappen als ze denken dat daar een terrorist aanwezig is. De inlichtingendiensten mogen ook vaker gaan hacken, zelfs apparaten van mensen die zelf niet verdacht worden. Zo kan bijvoorbeeld de huisgenoot van een terrorist worden gehackt om te kijken of zo informatie kan worden vergaard. Verder gaan de diensten vaker informatie uitwisselen met hun buitenlandse collega's. Zulke internationale samenwerking moet de opsporing van terrorisme makkelijker maken. Voor de inzet van al deze bevoegdheden is de toestemming nodig van de minister van Binnenlandse Zaken of Defensie en van een speciale toetsingscommissie. Zij moeten bekijken of er niet een andere manier is om informatie te verzamelen die minder impact heeft op de privacy. Critici vrezen dat veel onschuldige burgers zullen worden afgetapt of gehackt, maar het kabinet belooft dat er geen sprake zal zijn van willekeurig en massaal afluisteren. Goed, dat heel kort is hoe die wet in elkaar zit. Ik wil ook even weten hoe u over denkt. We zijn met een iets te grote groep voor een individueel voorstelrondje. Dus dat gaan we even digitaal doen. Pakt u even uw telefoon, tablet, laptop, faxmachine erbij. En ga even naar www.menti.com, menti.com, met uw browser. Ik neem aan dat u allemaal tech-savvy genoeg bent. Dat is Google Chrome of Safari of misschien wel Internet Explorer. En de eerste vraag die we even van u willen weten is, ja, waarom bent u hier? Bent u hier om uw mening te vormen? Dus u komt luisteren naar het debat en de argumenten om te weten wat u moet stemmen volgende week. Of bent u hier vooral om te vertellen wat u vindt? Of een beetje van allebei. U denkt, nou, ik wil mijn mening wel geven, maar ik wil ook van andere mensen horen hoe zij erover denken. Nou, dit is of heel hoopvol of u overschat uzelf. Dit is... maar dit is heel prettig. Dus je komt echt naar het debat. Er zijn nog mensen die zeggen, ik wil mijn mening nog helpen vormen. En een paar mensen komen te geven, een heleboel ook allebei. Ik geef je nog even tijd tot we... Nou, 5 zijn we er wel. Er zijn nog een paar mensen inloggen. Iemand die het niet lukt om erin te komen? Nee, u bent een zeer technisch publiek. Kijk, nou, veel meningvormers zijn er hier. Dan is de volgende vraag. Weet u het al? De vraag is, zeg, ja, ik weet het al heel zeker, wat hier vanavond ook gebeurt. Ik ga woensdag het een of het ander stemmen. Zeg u, ik heb wel een idee, maar ik ben nog over te halen als er vanavond hele goede argumenten komen. Of bent u nog een echte zwever die zegt, nou, ik heb er nog niet veel over nagedacht. Vanavond hoop ik toch dat iemand mij een mening gaat geven. Kijk, er zijn toch heel veel mensen hier om een mening te vormen die het toch ook al wel heel zeker weten. Dat is een mooie combinatie. Ja, nee, maar heel goed. Je moet altijd al je ideeën kunnen testen. Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelf iets geleerd. Kijk, nou, dit gaat ook redelijk gelijk op. Er zijn nog aardig wat zieltjes te winnen. Ik ga even naar de politie achterin. Er zijn zieltjes te winnen, dat is altijd goed. Dan gaan we eens even naar de volgende vraag. Stel, ik geef u nu een rood potlood en een stemformulier. Wat zou u nu stemmen? Zegt u, ik zou dan maar voor stemmen. Zegt u, ik zou tegen zeggen. Of zegt, ja, dat vertel ik niemand, dat... Mag de IVD weten. Dit is technisch opgebouwd, maar de bakjes zijn opgebouwd in wat u in de vorige ronde gestemd heeft. Dus van de mensen die voorstemmen, 40% weet al zeker, 40%, dat gaat redelijk gelijk op. Bij de tegenstemmers, daar zitten ook de meeste heel zeker mensen. Dus voor is wat gelijk verdeeld. Er zitten weinig zwevers zouden tegenstemmen. Kijk, nou, en dan gaan we eens naar de volgende vraag. Hoe goed weet u eigenlijk wat er in die wet staat? Dus even hoe goed u zichzelf inschat. U mag op een schaal van 0 tot 10, oftewel van, oh, het heb op Facebook gestaan,
naar ik heb er een PhD in. Mag u zelf een cijfer geven over hoe goed u de wet kent. En ook in hoe goed het anders is dan wat er nu in de wet staat. Dus weet u wat de nieuwe wet is, maar weet u ook hoe die nieuwe wet anders is dan de oude wet? Kijk, nou, de conclusie is, u geeft zich precies een 5 gemiddeld. Maar u ziet de verdeling ook tussen, er zitten hier echt professionals. En er zitten ook een aantal mensen die het nog niet zo precies weten. En wat nou precies het verschil is met de huidige wet, dat is u nog het minst bekend. Nou, dan hebben we nog 1 vraag voor u en dat is de moeilijke vraag vanavond. U mag 5 maatregelen uit de sleepnetwet, mag u 2, of de WIV moet ik neutraal zeggen. U mag 5 maatregelen, mag u een cijfer tussen de 1 en de 10 geven voor zowel behulpzaam voor de veiligheid. Als u denkt het helpt helemaal, dan geeft u 0. Als u denkt het super behulpzaam, dan geeft u het een 10. En u mag datzelfde ding een cijfer geven hoe groot het risico op de privacy is. Nou, dan komt het allemaal in deze matrix. Het sleepnet is dus dat er niet alleen van verdachte informatie mag worden gezocht, maar ook van daaromheen, bijvoorbeeld de trein waar die in zit of de wijk waar diegene is. Het hacken van de tweede lijn, dus bijvoorbeeld de huisgenoot van een terrorist, gehackt mag worden, zodat je kunt kijken wat daar gebeurt. Het delen met het buitenland, dat we informatie mogen delen met het buitenland. Er wordt een DNA-database aangelegd. Wat zouden we daarmee doen? En de gegevens uit dat sleepnet, dus de ongerichte informatie mag 3 jaar bewaard worden. Gerichte informatie wat langer, maar ongericht 3 jaar bewaard. Nou, en nu ziet u de bolletjes kruipen naar elkaar toe. Als ze dus linksboven komen, dan zegt u, nou, dat is een klein risico voor de privacy, vooral goed voor de veiligheid. Rechtsonder zegt u, het helpt de veiligheid niet echt, maar enorm slecht voor de privacy. En als het in een van die andere vakken komt, zit een beetje tussenin. Nou, ik kom al net iets rechts van het midden. En de veiligheid. Mogen we eens eventjes, wil je even met de muis over zich in de bolletjes heen gaan en kijken wat u individueel gestemd heeft? Want gemiddelden zijn leuk, maar uitschieten is het wel leuker. Hier denkt u totaal verschillend over, dat sleepnet. Bolletje 2, hier denkt u totaal verschillend over. Bolletje 3, mogen we die eens even zien? Hier denkt u totaal verschillend over. Bolletje, hier denkt u helemaal verschillend over. En bolletje 5. Nou, u bent er ook verschillend over. Goed, u bent een gemêleerd publiek vanavond. Dat is hartstikke mooi. Mag ik eens even ga ik eens even zomaar iemand vragen? Ik ga redelijk willekeurig een microfoon gooien. Oh. Oh. Bijna belet op. Zou jij met z'n allen achter willen? Nee. Ik gooi hem eigenlijk naar de manier hier voor je. Naar mij? Ja, ja. Hi, wie ben jij? Hi, ik heet ook Rogier. Kijk, wat een mooie naam. Dankjewel. En met welke verwachtingen ben jij gekomen vanavond? Mening vormen. Ja. Jij weet het nog niet. Nee, ik weet het nog niet zeker. Nee. Wat zijn een beetje de belangrijke thema's voor je? Waar gaat het een beetje van afhangen? Privacy vooral. Privacy. Ja, ja of ja. Is de veiligheid beter dan de privacy verslechterd ongeveer? Ja, ik denk privacy slechter gaat worden natuurlijk, maar... Is het waard? Dat weet ik dus nog niet zeker, maar ik denk het niet. Je denkt het niet, maar je laat je nog overtuigen. Ja, precies. Ja, ja oké. Okay. Nou, gooi de microfoon naar de overkant van het gangpad. Ja. Hi, wie ben jij? Hey, Gijs Daan. En wanneer ga jij tevreden naar de bar toe? Nou ja, op het moment dat ik te horen heb gekregen, ik ben zelf lid van D66, waarom het, waar die omslag precies vandaan komt. En wanneer ik meer duidelijkheid heb gekregen over het toezichtsorgaan, dus de 2 oude rechters en de technisch expert. Kijk, het toezichtsorgaan. Nou, toevallig de 3e ronde gaat over het toezicht. En dan mag D66 precies uitleggen waarom ze denken dat tegenwoordig goed genoeg is, terwijl ze dat eerst misschien niet vonden. Dus dat je als goed is wat je op je wenken bedient. Ja. Ja, aan het einde ga ik me vragen of je overtuigd bent. Dat is natuurlijk de volgende vraag. Teruggooien? Goed, ja, kom, geef me hier. Dankjewel. Goed, dan weet ik een beetje wat u verwacht vanavond. Dan weet u ook een beetje hoe u erover denkt. Maar we weten, de Bali is meestal een exacte afspiegeling van de rest van Nederland. We gaan even kijken of dat vanavond ook het geval is. En daarvoor, er zijn net nieuwe peilingen gedaan. En die worden toegelicht door iemand. Hij is al een begrip in de onderzoekswereld voor meer dan 10 jaar. Bepaalt hij, zitten politici wekelijks te beven om te kijken wat er uitgekomen is. Hij schreef het boek Gedoog Democratie. Heeft stem eigenlijk wel zin? En vandaag presenteert hij de nieuwste onderzoekscijfers van INO Research. Dames en heren, Peter Kannen. Hi. Heb je dat ja, ik heb de klik. Nou, Peter, natuurlijk de hamvraag vanavond is, denkt de zaal er hetzelfde over als Nederland? Precies hetzelfde. Dus ik hoef bijna niks te vertellen. Nee, niet helemaal. Gemêleerd publiek, maar wel gemêleerd binnen een bepaalde groep, gaan we zo meteen zien.
Ik heb het even genoemd, waar stemmen kiezers eigenlijk voor? Want dat het voor gaat worden, dat is eigenlijk wat we steeds zien. Ook nu weer, in dit plaatje zien jullie dat 51% zegt nu voor te gaan stemmen, 30% tegen en 19% weet het nog niet. Omgekeerd dus aan wat we hier zagen. En dat zien we eigenlijk al een hele tijd, al sinds oktober. In september leek dat percentage voor nog wat hoger, maar dan was de vraagstelling een beetje anders. Dus die moet je eigenlijk vergeten. En als jullie dan denken van, dit kan niet kloppen, want wij in de zaal denken er heel anders over. Dan zou ik graag willen weten van jullie, wie van jullie is jonger dan 35 jaar? Nou, even kijken. 2/3, 3/4. Wie zou zichzelf hoger opgeleid noemen? Dus HBO, universiteit. 80-90%. En wie stemt er hier op de VVD, het CDA of de SGP? Oké, dat verklaart een heleboel. Dit is hoe de kiezers van de verschillende partijen kijken naar de sleepwet. En we zien dat de kiezers van de regeringspartijen massaal voor willen gaan stemmen. Kiezers van D66 iets minder massaal, maar toch nog wel in een hele ruime meerderheid, 70%. En eigenlijk alleen de kiezers van SP GroenLinks zijn overtuigd tegen. Nou ja, ook nog niet eens helemaal overtuigd. En wat we weten, ik heb daar geen plaatje van, maar dat jongeren onder de 35 jaar is de enige leeftijdsgroep die tegen gaat stemmen waarschijnlijk. 56% is tegen, dus ook nog niet eens overweldigend. Hoger opgeleiden zijn niet per se tegen, maar zijn wel iets vaker tegen. Dus dat verklaart een beetje waarom het beeld, het landelijke beeld, anders is, denk ik, dan wat we hier in de zaal horen. En waarom is dat dan? Nou, redenen die vanavond in het debat ook langs zullen komen. Belangrijkste reden, waarom is het begonnen? Het is noodzakelijk dat de Nederlandse inlichtingendiensten meer bevoegdheden krijgen om terrorisme en criminaliteit goed te kunnen bestrijden. Nou, daar is een heel groot deel van de Nederlanders, 70%, het mee eens. En dit maakt ook, het is ook een soort van catch-22. Dit wordt zo nadrukkelijk gecommuniceerd en daar is men het zo unaniem over eens, dat een aantal onderdelen die iets minder sterk scoren, ja, die lijken wat onder te sneeuwen in het debat. Zal ik een aantal van laten zien. Hier zie je ook weer dat opnieuw alleen de jongeren het hier wat vaker mee oneens zijn. Ook nog overwegend mee eens. Want iedereen boven de 35 is het hier massaal mee eens. Nou, volgende stelling. De nieuwe WIF is een te grote aantasting voor onze privacy. Het staat niet in verhouding tot de extra veiligheid die het oplevert. Hier is maar 29% het mee eens, maar wel al iets meer dan we net zagen. Opnieuw ook, de jongeren zijn hier wat sceptischer. Ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe WIF het toezicht goed geregeld is en dat rechten van burgers gewaarborgd zijn. Nou, de helft is het hier mee eens, een kwart heeft hier wat twijfels. En wederom, jongeren 50-50, sceptischer. En tot slot, informatie die de veiligheidsdiensten verzamelen mag niet ongelezen gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Wat we gedaan hebben in het onderzoek, we hebben de ene helft van de steekproef deze stelling op deze manier voorgelegd en de andere helft zonder het woordje ongelezen. En dan zie je een heel grappig, interessant verschil. Met het woordje ongelezen erbij is 71% het ermee eens. Dus dat wil men eigenlijk niet. Het is een heel belangrijk onderdeel van de wet, denk ik. En dat wil men niet. Als je zegt, het mag gedeeld worden met buitenlandse veiligheidsdiensten, daar is veel minder bezwaar tegen. Kennis, daar hadden we het net ook even over. We hebben gezien in de loop der tijd dat de kennis dat die wet er komt, is toegenomen. En we hebben mensen gevraagd van, wat vindt u zelf, hoe zou u uw kennis inschatten, net zoals jullie dat net gedaan hebben. 15% zegt, ik weet heel goed wat er in die wet staat. De helft zegt, ik weet het ongeveer. En de rest een klein beetje of helemaal niet. Vervolgens hebben we dat ook getest. We hebben 9 onderdelen van die wet voorgelegd. En gevraagd, is dit een onderdeel van de nieuwe wet of niet? En dan zie je een aantal dingen die als redelijk bekend naar boven komen.
De mogelijkheid om verzamelde data maximaal 3 jaar te bewaren. Als data niet relevant zijn, worden ze eerder weggegooid. 2/3 zegt, ja, dat staat in die wet. Het is niet per se, het is geen echte kennistoets. Hè. Dus ze hoeven alleen maar te zeggen, ja, ik denk het wel, ik denk het niet. Nou, zo loopt het naar beneden. Het sleepnet idee, 60% denkt dat te weten. De commissie die het moet toetsen, 53% zegt dat te weten. Geautomatiseerd en structureel in de gaten houden van sociale media. En het aftappen van journalisten of advocaten mag alleen met toestemming van de rechtbank Den Haag. Het loopt al een beetje af. Je ziet ook dat het aandeel dat het niet weet of zegt dat staat niet in de wet, neemt toe. Maar we hebben niet alleen, om het niet al te makkelijk te maken, zaken voorgelegd die ook echt in de wet staan. We hebben er ook eentje tussen gestopt die niet in de wet staat. Het arresteren van verdachte personen door de inlichtingendiensten. Dat is geen onderdeel van de wet. Blijft voorbehouden aan politie. Maar 41% zegt, ja, dat staat in de wet. Wat ook een beetje aangeeft dat de percentages van wat mensen denken dat in de wet staat, voor een deel ook gokken is. Het gevoel van, dat zal er wel in staan. En dan andere, toch ook belangrijke onderdelen. Onderaan, de Nederlandse inlichtingendiensten mogen informatie die ze niet hebben bekeken delen met buitenlandse inlichtingendiensten. Maar 31% denkt dat dat in die wet staat. 41% denkt van niet en 29% weet het niet. Terwijl we net hebben gezien dat dat een onderdeel is wat mensen eigenlijk, als je het ze voorlegt, niet willen. Even terug naar die zelf ingeschatte kennis. Als mensen zeggen van, nou, ik denk dat ik het vrij goed weet. Nou, we zien dat als je bijvoorbeeld de maatregel het geautomatiseerd en structureel in de gaten houden van sociale media loslaat op die kennis die ze zelf inschatten, dan blijkt dat dat inderdaad een beetje oploopt. Maar de nepper die we ertussen gezet hebben, mensen die zeggen, ja, ik weet heel goed wat er in die wet staat. 41% denkt dat dit een maatregel is, evenveel als gemiddeld. En degene die zeggen, ik zou geen idee hebben. Voor degene die voor de WIF gaan stemmen, hebben we gekeken, en degene die dat niet gaan doen, of er nou verschillen in kennis zitten. Nou, er zitten wel wat verschillen in, maar die gaan soms de goede kant op en soms de minder goede kant op. En bijvoorbeeld het laatste onderdeel, het doorsturen van ongelezen informatie naar buitenlandse inlichtingendiensten. Dat weten de mensen die voor gaan stemmen veel minder goed. De helft, ik geloof dat de helft dat maar weet, of nog minder 40%. Minder goed dan degene die tegen gaan stemmen. Dus de mensen die voor gaan stemmen hebben een gevoel wat er gaat gebeuren. Zijn het eens met de basisideeën van de wet, maar weten op een aantal belangrijke onderdelen toch niet precies waar ze voor gaan stemmen. Dat wilde ik belaten. Dank u wel. Mooi. Ja, dankjewel Peter voor deze update over wat de Nederlanders denken. Goed, dan is het tijd, dames en heren, om te gaan beginnen met het debat. Ik ga één voor één de vier politici naar beneden roepen. En dan krijgen zij 1 minuut de tijd om meneer uit te leggen of zij voor of tegen de wet zijn en waarom. De eerste die ik naar voren ga roepen is een jurist uit Friesland. Sinds 2010 zit hij voor de VVD in de Kamer, waar hij vooral bekend is om zijn standpunten op asiel en migratie. Maar hij is daar ook de woordvoerder voor de veiligheidsdiensten. Dames en heren, Malik Osmani. Een goedenavond. Ja, de VVD is natuurlijk voorstander van deze antiterreurwet die ervoor zorgt dat onze veiligheidsdiensten instrumenten in handen krijgen om de veiligheid in ons land te garanderen. We gaan ook toch niet, vraag ik aan u, militairen geridderd in harnassen op paard met speren naar oorlogsgebied sturen, terwijl we weten dat de tegenstander daar met volautomatische wapens, gevechtshelikopters, drones klaarstaan. Nee. Onze diensten moeten ook gebruik kunnen maken van de actuele instrumenten waar de terroristen en waar onze criminelen en vijanden gebruik van maken. Namelijk de meest handige actuele technologieën. En we kunnen ze niet in die tijdperk vasthouden waarbij we nagenoeg geen internet hadden. En waarbij we eigenlijk ook geen nagenoeg systemen hadden. We moeten ervoor zorgen dat de waarborgen die erin zitten ook goed worden toegepast. Want het is niet zo dat diensten zomaar hun gang kunnen gaan. Er zitten juist veel meer waarborgen in dan de oude wet. Zo moet er instemming worden gevraagd en zijn commissies die onafhankelijk beoordelen of de diensten hetgene doen wat rechtmatig is. Namelijk beschermen van belangen van onschuldige Nederlanders. Helder. Dank u wel. Neemt u uw plaats achter uw tafel. Doe ik er mooi uit.
De volgende is, Europarlementariër voor GroenLinks. En daarna had ze een korte sabbatical, 10 jaar zelfs. 10 jaar Europarlementariër voor GroenLinks. Daarna had ze een korte sabbatical uit de politiek, waarin zij zich vooral inzette voor mensenrechten. En nu is zij Kamerlid voor GroenLinks, waar zij de justitieportefeuille beheert. Dames en heren, Katelijne Buitenweg. Ja. Goedenavond allemaal. GroenLinks is ervoor dat er een nieuwe wet komt op de inlichting- en veiligheidsdiensten. Want het is inderdaad waar dat de wet verouderd is en niet meer voldoet aan het huidige tijdperk. Maar de wet waar jullie op 21 maart ja of nee tegen mogen zeggen, gaat veel verder dan het moderniseren van de geheime diensten. Het maakt ook een aantal zaken mogelijk die echt vrij vergaand zijn, zoals het massaal en langdurig aftappen van mensen. Dus dat betekent een hele hooiberg aan data verzamelen. Met wie u belt, met wie u appt, welke websites u bezoekt, wat de mails zijn of de titels van uw mails. Dat kan allemaal als bijvangst bij de diensten terechtkomen. Dat is vergaand en GroenLinks wil veel liever investeren in gerichte opsporing. Dat is goed, beter voor de veiligheid en het is goed voor de vrijheid. De waarborgen die in de wet zijn geregeld, die hangen eerlijk gezegd met houtje touwtje aan elkaar en zijn niet zo hard. Daarom zijn er allerlei politieke beloften gedaan, maar dat is eigenlijk veel te mager. Dus wij willen de wet echt repareren. Dank u wel. Dank u wel. Ja, onze volgende debater is sinds 2010 Kamerlid voor D66. En daar is hij vooral bezig met innovatie en technologische vernieuwing. Maar hij houdt zich ook bezig met veiligheid en hij zegt daarover: veiligheid is ook een vorm van vrijheid. Dus het is zoeken naar een balans. Dames en heren, Kees Verhoeven. Hallo allemaal. We hebben het vandaag over een hele complexe en veelomvattende wet. En ik zal gelijk toegeven dat het absoluut geen 10 met een griffel is. Hooguit is het een 6,5. Er zitten heel veel elementen in waar ik net als een aantal andere mensen hier vandaag aanwezig en misschien ook wel in de zaal bezorgd over ben. Daarom heeft D66 een jaar geleden allerlei pogingen gedaan om de wet te verbeteren. Dat is niet gelukt. De wet is uiteindelijk ruimschoots aangenomen in de Tweede Kamer, vrijwel ongewijzigd. En D66 heeft toen tegengestemd. Maar tijdens de formatie hebben we toch nog afspraken gemaakt over deze wet, die al een feit was. En we hebben toen 3 dingen met elkaar afgesproken. 1. We gaan de wet na 2 jaar onafhankelijk en scherp evalueren. Als het nodig is, dan passen we de wet aan. En deze wet kan, mag en zal geen sleepwet zijn. Met die 3 afspraken, met 3 partijen die ook voor deze wet waren, heeft D66 het maximale geprobeerd te regelen om ervoor te zorgen dat we de komende jaren deze wet goed kunnen controleren, goed onder controle kunnen houden. En als blijkt dat er dingen niet goed zijn, dan gaan we over 2 jaar die wet evalueren en dan zullen we indien nodig ook gaan aanpassen. Stem daarom voor. Helder, dank u wel. Je mag daar plaatsen. Ja, en onze laatste debater vanavond is filosoof en historicus, was eerste Kamerlid, maar is sinds 2006 tweede Kamerlid voor de SP. En zijn motto is: de regering moet niet afluisteren, maar luisteren. Dames en heren, hier is Ronald van Raak. Goedenavond allemaal. De AIVD doet fantastisch werk. 3 à 4 aanslagen zijn de afgelopen jaren voorkomen met de huidige wet. De AIVD kan ook ontzettend veel. Dat hebben we ook gezien toen de AIVD die hele stoere hack deed vanuit Zoetermeer in Moskou. En in Moskou kon zien hoe de Russen de Amerikanen bespioneren. Dat was gericht. Gericht op potentiële verdachten. Wat deze sleepwet doet, is iets anders. Dat is het massaal binnenhalen van informatie van al die andere burgers. En dat is niet nodig en dat is ook niet effectief. En dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook de FBI, die onderzoek heeft gedaan naar een soortgelijke manier van werken door de NSA. Dat zegt ook de Raad van Europa, dat zegt ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat zeiden ook vanochtend weer heel veel deskundigen in Trouw en De Groene Amsterdammer. En dat zei ook Kees Verhoeven, waar ik vorig jaar samen mee heb gestreden tegen deze wet. Wat zei Kees Verhoeven? Mooier kan ik het niet zeggen. Kees zei: deze wet is een fata morgana in een droge woestijn. En nogmaals, mooier krijg ik het niet voor elkaar. Helder, dank u wel.
Goed, er zijn een aantal dingen waar u het met elkaar over oneens bent. Maar ik wil eerst even kijken of er een aantal dingen zijn waar u het met elkaar over eens bent. U vindt voor u op de desk een rood-groene kaart. Ik ga in hoog tempo wat stelling op u afvuren. Als u het eens bent, laat de groene kant zien. Als u het oneens bent, laat u de rode kant zien. De eerste stelling is, de wet uit 2002 heeft een update nodig. Kijk, daar bent u het allemaal over eens. Het is belangrijk dat onze inlichtingendiensten voldoende instrumenten hebben om voor onze veiligheid te zorgen. Kijk, daar bent u het ook allemaal over eens. De mogelijkheden om verdachten af te luisteren en te hacken moeten worden verruimd. Nou, dat ligt er. Hier wordt dat hangt er een beetje vanaf. Ja, want nou ja, kijk, op dit moment, het probleem is wel de aanpassing zeg maar, aan het internettijdperk. Dus daar moeten wel een aantal technische veranderingen zijn. Maar ik ben er niet voor dat het inderdaad zo massaal en ongericht gaat. Ja, dus als het gaat in de kwantiteit zeg ik nee. En als het gaat over de kwaliteit wil ik best ja zeggen. Ja, als het gericht is, is het groen. Toch? Ja. En als het ongericht is, is het rood. Kijk, helder. De privacy van burgers en bedrijven moet niet onnodig worden aangetast. Ook daar bent u het alle vier over eens. Als ik de wet helemaal zelf had mogen schrijven, had hij er precies zo uitgezien. Bijna. Wat had u er nog anders aan gemaakt? Ja, zijn eigen naam. Dankjewel, Roland. Ja. Nee, dat was niet nodig geweest, zou ik zeggen. Nee, ik zou hem iets minder complex hebben gemaakt. Ja. Helder. Maar dit moest vanwege de moest een compromis gesloten worden? Of? Nou, het draagvlak is heel belangrijk. Ja. Maar er is helemaal niks aangenomen verder qua moties of amendementen in de Kamer. Dus het draagvlak werd daar niet gezocht. Heeft het wetgevingsproces mevrouw Buitenweg, en u was daar ook niet bij en ik ook niet bij als woordvoerders op dit dossier, want we zijn beide nieuw op dit dossier. Maar het heeft uitgebreide consultaties gehad en er is gaandeweg is nog het een en ander aangepast. En die waren niet ontkennen. Dat waren 1000 consultaties en daar waren er ongeveer 1000 van tegen. En dat klopt, er is iets aangepast, maar ik zou niet zo gauw weten wat. Goed, nee, nou, er is een motie aangenomen. Komen we vanavond. Daar gaan we historisch nog eens naar kijken. Ja. Juist. Het grootste probleem is niet dat diensten te weinig data hebben, maar dat die data niet optimaal wordt benut. Dan bent u het eigenlijk ook allemaal wel mee eens. Nou, dan hebben we nog één. Het debat over de wet wordt gevoerd op basis van eerlijke argumenten. Een beetje heen en weer. Laat ik hem aanpassen. Het debat over de wet wordt gevoerd op basis van angstzaaierij. Ook? Ja, ook wel. Ja, oké. Dus ook. Nou, er zijn een aantal dingen waar u het enigszins zit redelijk dicht bij elkaar. U vindt allemaal die wet moet worden aangepast. Hoe dat dan precies zit, daar bent u niet helemaal over eens. Daar gaan we het over hebben in 3 verschillende ronden. En de eerste ronde waar we het gaan over hebben is over het... Is de nieuwe bevoegdheden, zijn die zeg maar, zijn die nodig en zijn ze proportioneel en zijn ze het waard? En zijn ze niet een te grote aantasting van onze privacy? Wij gaan daar beginnen met de stelling en daar gaan we een 1-op-1 debat doen. Dat zijn de VVD en de SP. Komen die naar voren? En de stelling waar jullie over mogen debatteren luidt als volgt. Het ongericht verzamelen van data is een aanvaardbare aantasting van de privacy. Nou, we gaan eerst even kijken, mogen we naar het stemsysteem, wat het publiek ervan vindt. Mogen we even naar het stemsysteem. U mag ook roepen. Klikken, maar het stemsysteem moet... Dus het andere systeem. Het andere scherm. Ja, daar is die. Het ongericht verzamelen van data is een aanvaardbare aantasting van de privacy. Ik zeg 1/3 is het ermee eens, 2/3 is het ermee oneens. Meneer Smaning, u mag beginnen. Ja, het zal misschien de zaal ook verbazen, maar ik ben eigenlijk oneens met de stelling. Want het volledig ongericht verzamelen van data, dat lijkt mij niet de bedoeling dat een veiligheidsdienstmedewerker denkt van goh, laten we Utrecht eens een keer vandaag op de kaart zetten en kijken wat daar allemaal is. Nee, volgens mij ligt er een concreet onderzoeksopdracht. Wat in lijn van nationale veiligheid is. En dan wordt dan ook nog beoordeeld of dat noodzakelijk is en of dat proportioneel is. Dat betekent eigenlijk of ook andere instrumenten die veel minder zwaar zijn en minder inbreuk doen op vrijheden, dat die eerst wordt gehanteerd. Dus ik ben niet voor dat het ongericht en masse data wordt verzameld. Ja, maar als het erom gaat, uiteindelijk, als de minister en de commissie zeggen, ja, dit is echt proportioneel, dan moet het mogelijk zijn dat inlichtingendiensten flinke stromen data
gaat niet alleen van verdachten, maar ook van mensen daaromheen. Die toevallig in hetzelfde netwerk zitten, in dezelfde trein of in dezelfde wijk. Dat ze die moeten kunnen binnenhalen. Nee, het streven is om zo weinig mogelijk data. Want hoe meer data, hoe moeilijker voor diensten is ook om dat uit te zoeken wat men wil uitzoeken. En natuurlijk is het zo dat er wel informatie ook mee wordt genomen wat niet ter beschikking is. En dat wordt dan meteen eigenlijk vernietigd omdat het niet belangrijk is. Dus zo 98% van die data wordt ook eigenlijk meteen vernietigd. Dus er zit inderdaad data in wat je niet ziet hoor. Dus dat is ruwe data wat dan meteen wordt vernietigd, wat dan wel mee wordt genomen. Voorbeeld misschien, wel om makkelijker in beelden te spreken. Stel voor je hebt een terroristische cel in Jemen. Je weet dat ze aanslagen willen plegen in Noordwest-Europa, maar je weet nog niet in welk land. Dan kan het zo zijn als je die cel onder ogen hebt, je weet ongeveer wanneer ze communiceren, dat je daar data op richt en kijkt waar de contacten in Nederland zitten ten aanzien van die cel. Dan weet je nog niet met wie je te maken hebt, maar zo kan je uitzoeken uiteindelijk met wie je te maken krijgt. Meneer Van Raak. Ja, ik denk dat de overheid zich zo min mogelijk met mensen moet bemoeien als dat niet nodig is. Dat is een liberaal principe. Ik vind het jammer dat de heer Asmani dat niet zo aanhangt. Misschien moet hij in de zaal hiernaast zijn, waar een debat over wordt gehouden over de dood van het liberalisme. Nee, het was een zaaltje, vond ik vrij deprimerend. Daar gaan we niet in zitten. Maar het is heel opmerkelijk dat er een sleepnet moet komen. Massaal binnenhalen van informatie. En dat de minister-president en dat de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de AIVD en de hoofd van de MIVD en de heer Asmani. En die zeggen allemaal, ja, maar dat gaan we echt niet gebruiken hoor. Dat gaan we echt niet doen. Dat gaan we echt niet gebruiken. Nee, we gaan eerst dat gebruiken en dat gebruiken. Dan vraag ik me af, waarom heb je dat sleepnet nou nodig? En de heer Verhoeven zegt, we gaan het 2 jaar lang niet gebruiken. En dan gaan we kijken of dat echt zo is. Waarom zou je een sleepnet moeten hebben als je het niet gebruikt? Dus het is van 2-1. Of je zegt, we gaan het sleepnet echt niet gebruiken. Maar dan zet je dat in de wet, waar het nu niet in staat. Of je zegt, we gaan het sleepnet wel gebruiken. En dan moet ik erop wijzen dat bijna iedereen, bijna elke deskundige zegt dat dat niet gaat helpen om terrorisme aan te pakken. Want dan helpt het om gericht te zoeken. En dat is wat de AIVD heel goed kan. Ook omdat hier zoveel internetknooppunten zijn. Dat is wat de AIVD al heel erg lang doet. En dat is wat de AIVD vooral moet blijven doen. Ja, volgens mij is het grote verschil in dit debat is dat de SP en de heer Van Raak eigenlijk op zoek wil gaan alleen naar datgene wat bekend is. Hè. Dus je hebt een target, dat is hetgene wat bekend is. Terwijl ik juist de diensten ook mogelijkheid wil geven om misschien dat je weet in welke hoek je het moet zoeken, maar je nog niet precies weet wie een dader is, zeg maar. En dan moet je gebruik maken van dit instrument. Dus eigenlijk is het zo dat links pleit eigenlijk alleen voor het bekende. Ga dat targeten. Dat doen de diensten ook. Hè, als die target bekend is. Maar er zijn ook heel veel mensen die nog niet in vizier en in beeld zijn. Waarbij die wel een dreiging hebben voor onze nationale veiligheid. En dan heb ik liever dat onze diensten die mogelijkheden geeft. Dat de privacy van die aanslagpleger of die mogelijke potentiële aanslagpleger, dat die geschonden wordt, dan dat uiteindelijk de privacy van de vrijheid van een ieder gezonde dat wordt laatste, op het moment dat er een aanslag plaatsvindt. Dat zou ik niet willen. Dat laatste, terroristen hebben geen privacy. Nou, daar ben ik van harte met de heer Asmani eens. Maar als je kijkt naar die verschrikkelijke aanslagen die de afgelopen tijd zijn gepleegd, overal in Europa, dat ging altijd over concrete verdachten die ergens bij een geheime dienst in Europa bekend waren. Netwerken die in beeld waren. We hebben dat in de Tweede Kamer ook vaak besproken. En ik ben heel vaak boos geweest op de geheime diensten in Europa, omdat ze informatie van die bekende mensen zo slecht met elkaar deelden. Dat die netwerken niet in de gaten werden gehouden, niet werden opgerold. En dat is wat de geheime diensten moeten doen. En wat de VVD heeft gedaan is 40% willen bezuinigen op de AIVD. Dat is dankzij de SP en toen ook Kees Verhoeven ook nog tegengehouden. We moeten ervoor zorgen dat de AIVD dit soort werk kan doen. Maar die sleepnet, die heeft daar werkelijk helemaal niets mee te maken. Maar meneer Asmani zegt, het is leuk om de mensen in de gaten te houden van je weet dat ze kwaad in de zin hebben. Maar het is ook wel prettig om erachter te komen wie er nog meer kwaad in de zin hebben. Dat kan met dat ongerichte. Nee, want als je dan op zoek gaat naar die speld en je gaat de hooiberg groter en groter en groter en groter maken, dan vind je er nooit meer terug. Nee, behalve met algoritmes, waar deskundigen van zeggen, dat leidt tot veel problemen. De beste manier om zo'n netwerk in kaart te krijgen is te beginnen bij 1 potentiële verdachte die je in beeld hebt, ergens in Europa of in de Verenigde Staten of elders, en dan vervolgens
dat netwerk binnen te dringen en te kijken wie daar allemaal bij horen. Dat is volgens mij een veel effectievere manier dan de sleepnet, dan de hooiberg, waar volgens mij niemand weet wat ze daar hebben. De hooiberg wordt te groot. Nee, ja, dat moeten we dus voorkomen, dat die hooiberg te groot, want anders is het moeilijk zoeken. Maar waar wil je dan sleepnet? Waar gaat bijvoorbeeld om, hè, ik wil voorbeelden gaan noemen, ja, je wil niet eens hoor, maar het gaat om lone wolves bijvoorbeeld. Lone wolves die wel in contact staan met een terroristische cel in Jemen, maar die je zelf nog niet in beeld hebt, omdat die niet in het netwerk staat. En meneer Van Raak weet ook heel goed dat er ook mensen zijn die je in eerste instantie misschien wel in het vizier hebt, maar dat ze ineens verdwenen zijn. Dat ze andere mobiele telefoons bijvoorbeeld gebruiken, met nicknames werken, et cetera. Ze zijn dan even uit het veld. En ook daar wil je op zoek gaan naar waar die desbetreffende persoon is. En dat betekent dan ook dat je toch gebruik zou moeten maken met de onderzoeksopdrachten ingerichte interceptie die plaats moet vinden. Ja, dat kan. U kunt het ene zeggen, ik kan het andere zeggen. De FBI heeft in ieder geval vrij uitgebreid onderzoek gedaan in het land waar met dit soort methodes al wat langer ervaring is. En de FBI zegt van ja, dit is eigenlijk toch echt niet de manier om aanslagen te voorkomen en terroristen aan te pakken. En ik vind het heel opmerkelijk dat wij deze manier van werken nu gaan overnemen. En ik denk ook dat dat ermee heeft te maken dat geheime diensten in de wereld allemaal aansluiting bij elkaar willen zoeken. Allemaal op dezelfde manier willen gaan werken. Maar dan moeten we de discussie aangaan wat effectief is en wat niet effectief is. En moeten we niet een niet effectieve manier gaan gebruiken die schadelijk kan zijn en gevaarlijk kan zijn voor onze burgers. Oké, het laatste punt, dan ga ik de zaal vragen wat ze ervan vinden. Meneer Osmani zegt 98% van die data, die bijvangst, die kleine anchovisjes, die worden gelijk weer teruggezet. Die gebruiken we niet. Dan is het toch een beetje het baat het niet, dan schaadt het niet argument. Ja, dan gaat het vaak over metadata. Dan zeggen we, ja, we kijken er allemaal niet in, maar we volgen de metadata. Wie met wie communiceert, op welk moment, welke netwerken dat zijn. En kan u verzekeren, deskundigen kunnen u dat nog beter verzekeren, dat op basis van die metadata ongelooflijk goede profielen kunnen worden gemaakt. Dat ongelooflijk het beeld, het gedrag, het leven van mensen in beeld kan worden gebracht. Dat gaat veel verder. En dat gaat zeker verder als vervolgens die informatie die verzameld is, nog niet geanalyseerd is, ook nog werd gedeeld met geheime diensten in andere landen. Gegevens van onze burgers, waarvan wij niet weten wat het is, en waar wij bij God niet van weten wat de Turken of de Marokkanen of de Saoedi's of de Amerikanen daarmee gaan doen. Daar komen we zo op toe. En meneer Osmani, het kan zijn, ondanks dat de minister moet toestemming geven en die commissie enzovoort, dat er toch dadelijk, het mag 3 jaar bewaard worden, dat er enorm veel metadata opgeslagen is, waar ook achteraf met hele andere zoekopdrachten heel veel uitgehaald kan worden. Bent u daar niet bang voor? Nee, weet u hoe de bewaartermijn onder de oude wet is? Hè? Want toen mocht ook ooginterceptie plaatsvinden, maar toen hadden we nog geen internet, dus dat wordt dan via de satelliet gedaan. Wat denkt u, wat voor bewaartermijn op die oude wet zou zitten? Misschien dat iemand daar een idee bij heeft. Maar er zat geen bewaartermijn op, dus oneindig. Dus deze wet, en dat begon ik ook in mijn intro in inbreng te leggen, geeft juist veel meer waarborgen. Dus ik ben niet alleen blij met het feit dat de veiligheidsdiensten meer instrumenten in handen krijgen en dat wordt geactualiseerd zodat ze ons veiligheid kunnen garanderen. Maar deze wet biedt tevens meer waarborgen ter bescherming van onschuldige Nederlanders. Bij die oude wet mocht je onbeperkt alle bijvangst bewaren die je met je hengeltje had. Ja. Nu mag je 3 jaar alle bijvangst met de maximale termijn van 3 jaar. Ja, nee, dat kan verlengd worden. Is. En dat kan daarna weer verlengd worden. Deze maximale termijn en daarna van 3 jaar verlengd worden. Okay. En daarna weer. U zegt, oké, dus u zegt dat valt mee. U zegt het is niet nodig. Dat ik kom waar. Zo bij dat u. Dat is wel niet waar. Komt u bij uw tafel? Absoluut niet. Ja, maximale bewaartermijn 3 jaar. Ik kom zo ook bij u. Ik ga eerst even kijken in de zaal wat u ervan vindt. Heeft er iemand vrijwillige mening? Dat mag je met je hand. Ja, anders. Zo. Zo. Alsjeblieft. Gegooid. Nu ben ik toch wel heel benieuwd wat de bewaartermijn is. Wat de exacte bewaartermijn is? Dan willen we dat toch even gaan uitzoeken. U zegt het is maximaal 3 jaar. U zegt het kan verlengd worden. Ja, het kan verlengd worden. Dat is het Hoe probleem. Werkt dat? Het is maximaal 3, maar als de gegevens nog langer bewaard moeten worden, omdat ze bijvoorbeeld interessant worden voor een onderzoek, dan kan die termijn ook verlengd worden. Het klopt 1 keer, maar de heer Van Raak die deed net alsof het eindeloos verlengd kon worden. En dat klopt gewoon niet. Het kan 1 keer en alleen maar als er een goede reden is. Ja, dus dat is die bangmakerij, dat is een beetje die bangmakerij waar dit debat door gekaat werd. En dat zou ja, weet je wat de bangmakerij is? Dat de minister, de D66-minister, gisteren op televisie bij Nieuwsuur opnieuw zegt dat de AIVD en de MIVD niks kunnen op de kabel. En dat soort leugen en dat soort bedrog moet afgestraft worden. Voordat we hier gaan, laten we even op dit... De AIVD en de MIVD kunnen ontzettend veel op de kabel. Kijk, maar de vraag ging over de bewaartermijn. Is jouw vraag beantwoord? Niet interceptie. Heren. Juist. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen? Mensen die hun mening willen geven, hier vooraan. Voor meneer Van Raak.
U hebt het net over het feit dat heel veel van de verdachten al in beeld waren bij de MIVD of de AIVD. U zegt dat er gerichter gezocht dient te worden om dat aan te pakken. Maar als ze al in beeld waren, hoe zou dit opgelost kunnen worden? Als er blijkbaar dus al een verdachte in beeld was, maar die niet is aangepakt voordat er naslag is gepleegd. Nou, niet alleen de AIVD en MIVD, maar gewoon heel veel geheime diensten in Europa die samen horen te werken. En wat we bij die aanslagen van de afgelopen jaren zagen, is dat eigenlijk bijna al die aanslagplegers ergens in beeld waren. In een land in Europa of Verenigde Staten. En in de debatten die we in de Tweede Kamer hebben gehad, bleek dat het probleem was dat die informatie niet goed werd uitgewisseld. En dat heeft er ook mee te maken dat bij geheime diensten natuurlijk mensen werken die van nature niet gewend zijn om informatie te delen, maar om onder zich te houden. Ik moet wel zeggen dat onder het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie daar hele goede initiatieven zijn genomen. Ik het idee heb dat het op dit moment een stuk beter gaat. Dat er ook mooie programma's zijn ontwikkeld in Europa om die samenwerking te verbeteren. Maar de afgelopen jaren was dat het grote euvel. We kenden de mensen, we wisten in welke netwerken ze zaten. Maar de geheime diensten vertikten het gewoon om informatie te delen. Ja. Ja, het is inderdaad het delen van informatie wat beter moet, maar ook het analyseren van de informatie wat er al is. En dat raakt wel degelijk het capaciteitsprobleem. Ik begrijp dat het niet leuk is om te horen, maar dat maakt natuurlijk wel uit. En dan kan je de oplossing zoeken in een steeds meer informatie verzamelen en een soort fictief idee dat je dan onder controle hebt. Maar je zal ook juist moeten investeren in die analyse en in ogen en oren, zelfs ook gewoon in de wijk. Dus zeg maar, zelfs ook zeg maar via de wijkagenten. Heel veel tips die komen gewoon binnen doordat mensen dan toch op een gegeven moment het ongemakkelijk voelen omdat ze weten van een neef of iemand die iets van plan is. En dan is het van belang dat ze vertrouwen hebben in een overheid, dat ze iemand hebben om naartoe te gaan. Zo komen de meeste tips binnen. Maar een slimme waar ik mij zorgen over maak, is dat je juist op een gegeven moment een soort techniek gaat maken waardoor mensen minder vertrouwen hebben in de overheid. Dus dat is echt waarom ik denk dat juist die gerichte aanpak veel specifieker ook echt beter is voor de veiligheid. Helder. Is de vraag beantwoord? Ja. Oké, okay, gematigd positief. Ja, ik zag hier, was nog iemand. Ja, hij komt naar je toe. Dank je. Ik zou graag nog een opmerking willen maken over... Ja, die kant. Ik zou graag nog een aanvulling doen over de bewaartermijn vraag die gesteld is. Want volgens mij hebben we nog niet helemaal helder wat het bewaartermijn precies is. Want zoals ik het wet begrijp, mag maximaal 3 jaar gegevens bewaard worden. Als voor die tijd vastgesteld wordt dat gegevens die verzameld zijn niet relevant zijn, moeten ze direct vernietigd worden. Maar als gebleken is dat de gegevens wel relevant zijn, mogen ze langer dan 3 jaar bewaard worden. Namelijk net zo lang als dat ze nodig zijn voor een onderzoek. Precies. Waarvoor ze verworven zijn of elk ander onderzoek dat lopend is. Ja. En daar komt bij dat als gegevens versleuteld zijn, wat op dit moment vaak het geval is, dat betekent dat je niet naar de inhoud kan, dat je gegevens mag bewaren en dat de bewaartermijn pas gaat lopen op het moment dat die gegevens ontsleuteld zijn. Maar van versleutelde gegevens kan je heel goed metadata analyseren. Nou, dank voor deze aanvulling. Ja, oké. Dus dat zit er nog iets ingewikkelder? Nee. Meneer Voepen, u heeft namelijk 18 amendementen waar waarschijnlijk dit, kan hij ons haar fijn uitleggen, waarmee het verbeterd had kunnen worden. Ja, nou ja, ik vind de bewaartermijnen niet zo belangrijk. Want ik vind het veel belangrijker dat we zo ongericht, of zo gericht mogelijk moet ik zeggen, dus zo weinig ongericht mogelijke data verzamelen. We kunnen wel zeggen van nou laten we dat allemaal zo kort mogelijk bewaren. En wij hebben inderdaad voorgesteld bij de wetsbehandeling om de bewaartermijn in plaats van 3 jaar op 1,5 te stellen. Zou ook 1 jaar geweest kunnen zijn of 2. Hoe korter je bewaart, hoe beter het is. Dat ben ik op zich wel eens. Maar het is veel belangrijker om zo weinig mogelijk data te verzamelen aan de voorkant. Dat is veel belangrijker. En daarom is het zo nodig om te benadrukken dat die stelling over dat ongericht, dat klopt gewoon niet. Het is niet gericht, dat klopt. Want als je het gericht doet, dan ga je namelijk een telefoon van iemand aftappen of ga je een telefoon van iemand hacken. Dan weet je wie je moet hebben. Deze bevoegdheid is erop gericht om ook te kunnen zoeken om iemand heen, omdat je nog niet precies weet wie het is. Dan moet je dus een beetje ongericht zoeken. Dat moet zoveel mogelijk worden ingekaderd. En vervolgens zou je dan inderdaad moeten nadenken over de bewaartermijn. Maar alles op de bewaartermijn gooien vind ik een rare discussie. Ik zou zeggen, laten we met z'n allen ervoor zorgen dat het zo gericht mogelijk is. En dan heeft de heer Asmani wel gelijk. Het is natuurlijk zo dat de AIVD elke keer dat ze deze bevoegdheid willen benutten, moeten ze precies opschrijven wat ze willen gaan doen. Waarom ze dit middel kiezen en niet een ander middel. Waarom het noodzakelijk is. Waarom het in relatie staat met het doel dat ze willen bereiken. En dat moet dan allemaal door die test van de minister en van die tip heen. Dus laten we ons vooral focussen op zo weinig mogelijk verzamelen aan de voorkant. En laten we ons niet blind staren op bewaartermijnen. Want uiteindelijk heb je altijd een bewaartermijn van 1 jaar of 2 jaar of 3 jaar. Je hebt gericht. Ja. En je hebt ongericht.
Nee, je hebt ook een beetje gericht. Een beetje half D66 gericht. Nee. Dat bestaat volgens mij niet in de echte mensen. Nee, maar, in de echte mensenwereld. Maar op dit punt is gewoon het verschil, ook voor de zaal om het duidelijk te maken. Wil je op zoek naar het bekende? Of geef je ook de ruimte aan de dienst om op zoek te gaan naar het onbekende? Er zijn heel veel gerichte mogelijkheden. Nee. Alleen op een gegeven moment als je moet je ook weinig informatie hebben. Wilt verzamelen. Waarom maak je dan een sleepnetfunctie? Ja. Waarom doe je dat dan? En waarom zeg je dan... Ja, in de wet zit wel een sleepnetfunctie. Want dat heb je een jaar geleden zelf een amendement ingediend om dat eruit maar te halen. Maar volgens mij dat hebben ze uitgelegd. Ze hebben uitgelegd, je wil het in principe niet. Maar zo af en toe, weet je, er zit daar ergens in de buurt, moet er eentje zitten, weet niet precies wie het is. Dan moet er in die specifieke gevallen af en toe de mogelijkheid zijn. Mag ik iets zeggen? Want dat is dus niet effectief. Ik wil graag reageren op de heer Asmani. Die doet alsof dit de enige manier is om ineens dingen in kaart te brengen die we tot dan toe dus nog niet wisten. Maar dat is net zo van, we hebben een sleepnet nodig, want dan kunnen we ook nog dingen in kaart brengen die we anders niet weten. Maar het punt is vaak ook, hoe weet je nou waar je naar op zoek bent? En, want dan heb je hele hoeveelheid databases. Nou, wat voor algoritmes ga je gebruiken? Er zijn zoveel verschillende vormen van dreigingen. Op welke wijze ga je nou selecteren welke data belangrijk is? Dus het is heel erg ongewis. En de kans is groot dat je veel mensen in de gaten gaat houden die eigenlijk niks van plan waren. Maar ik wil nog één van jullie beiden weten. Dat je dit niet te vaak moet doen, dat vinden deze heren ook. Waarom moet je het zelfs helemaal nooit kunnen doen? Ook niet af en toe in die ene specifieke situatie. Waarom moet het überhaupt niet mogelijk zijn? Omdat het een wet is. En wat ik heel opmerkelijk vind, is dat D66 nu zegt, we gaan het in de wet mogelijk maken, maar dan gaan we afspreken dat we het niet doen. En dan gaan we over 2 jaar een evaluatie doen. En als blijkt dat we het toch doen, dan gaan we het toezicht verbeteren. Als je echt wil dat het niet gebeurt, dat er geen sleepnetfunctie komt, dan zet je dat in meneer de wet. Maar nu even. En dat kan straks ook, als mensen nee zeggen, dan kunnen we een nieuwe wet maken. GroenLinks en SP hebben bij de behandeling van deze wet, een jaar geleden, een amendement ingediend om helemaal niet de kabel af te gaan tappen. D66 heeft daar tegen gestemd. D66 heeft, anders dan GroenLinks en SP, nooit gezegd dat je deze bevoegdheid niet zou moeten inzetten. Wij zijn er altijd voorstander van geweest. In tegenstelling tot GroenLinks en SP, jullie hebben toen dat amendement ingediend. Jullie willen helemaal niet die kabel enigszins ongericht aftappen. Nee, gericht. En ook door de lucht. Meneer Van Raak, rustig. Ik heb toen gezegd in de Kamer, ik vind wel dat deze bevoegdheid nodig is. Je hebt soms, omdat het kabelverkeer zo enorm is toegenomen, heb je een middel nodig om waar dat nodig is in bepaalde situaties die goed omschreven zijn, heb je dit middel nodig. U heeft toen gezegd, dat wil ik helemaal niet. D66 is altijd consistent geweest en heeft toen gezegd, nee, dat willen wij wel. En dat is het verschil tussen ons altijd geweest. En u doet nu net alsof ik vroeger in uw kamp zat. Meneer Van Raak, ik heb op dit punt nooit in uw kamp gezeten. Goed, in ronde 3 gaan we het hebben of die waarborgen goed zijn. Maar laten we even naar gaan stellen dat ze goed zijn. Waarom mag je dan nog nooit, ook niet in bijzondere gevallen, ongericht aftappen? Nou, ik wil laten zien wat er ook gebeurt als je eenmaal bevoegdheden hebt. Want inderdaad, D66 zegt, we gaan het inderdaad bij voorkeur niet gebruiken, de bevoegdheden die we wel gaan geven. Maar vandaag waren ook weer de TAP-gegevens gepubliceerd. En je ziet, dat gaat over gericht aftappen van wat op dit moment mogelijk is. En als je dan kijkt ook naar het begin van deze eeuw, dan zie je dat er alleen maar een stijgende lijn is. Ik ken werkelijk geen land waarvan de inlichtingendiensten de bevoegdheden die ze hadden ineens minder gaan gebruiken. Je ziet dat al die bevoegdheden steeds meer en meer gebruikt worden, omdat er gewoon een tendens is om iedereen steeds meer in kaart te gaan brengen. Weet u waarom Nederland zoveel... Ik ga even naar meneer Asmani. Over dat tappen, hè? Telefoontappen is heel gericht. Ik ga naar meneer Asmani. Ik weet het. Nee, maar het gaat me om de tendens die er is om alles te veel... Mevrouw Buitenweg, wat denkt u in welk tijdsbestek van uw leven in deze wereld, als u ook kijkt, alleen we hebben debat volgende week, of morgen, gaat allemaal jaarverslagen die we ook krijgen van de AFD's. Wat denkt u wat nou de afgelopen 15 jaar op deze wereld gebeurd is en als het gaat om de dreigingsrisico voor Nederland? Het is toch niet voor niks dat een veiligheidsrisico substantieel is, dat er een mogelijke aanslag van Nederland is. Het is toch niet voor niks? Volgens mij wil ik een punt maken. Ja, het punt van mevrouw Buitenweg is, je geeft de inlichtingendiensten een vinger. Ze mogen af en toe iets doen en natuurlijk gaan ze steeds vaker de snoeppot halen. Ze gebruiken de kleine vinger van het telefoontap en we pakken niet de grote vinger van het ongericht tap. En mevrouw Buitenweg moet blij zijn dat er getelefoontap wordt. Dan wordt het tenminste niet ongericht gekabeld. En ik vind het juichen bij die statistieken. En ik vind het altijd zo bijzonder dat de diensten, onze diensten die voor onze veiligheid zorgen, dat die als een soort vijand wordt bestempeld. Nee, maar terwijl dit, die vijand... Nee, Ik wil hier op tegen de wet, dan ben je voor de criminelen, voor de terroristen.
U mag even reageren. Ik wil hierop reageren. U bent geradicaliseerd, meneer Van Haag. De veiligheid die erbij halen. Mevrouw Buitenberg. Ik kan hierop reageren omdat dit precies is wat wij niet zeggen. Ik heb vanaf het begin gezegd, ik ben er ook voor dat de diensten goede bevoegdheden om te hebben om te gaan werken. Ik heb gezegd dat wij zelfs willen dat we gaan investeren in de capaciteit van de inlichtingendiensten. He, dus dat is echt, dat vinden wij heel erg van belang. Maar u zegt, er is maar één manier en dat is dat we de mogelijkheid hebben van ongericht een sleepnet hebben. En als je daar niet voor bent, dan vind je ineens de inlichtingendiensten een vijand. Nee, u heeft jarenlang bezuinigd op de inlichtingendiensten. En wij zeggen, je moet zorgen dat er gericht is. Wij zeggen ook, je moet ook investeren in de capaciteit, ook nog van de wijkagenten, op heel veel manieren. Gerichte opsporing, meneer. Maar niet alleen maar de manier die u aanstaat. Ik heb nog een extra punt. We hebben het nu de hele tijd over digitale sleepnet. Er is ook sprake van een analoog sleepnet. Een van de kritiekpunten is dat via de informantenregeling de inlichtingendiensten toegang kunnen krijgen tot alle databases in Nederland. Daar heeft de TIP geen controle op. Klopt. Heeft u zitten slapen? Wacht even, kunt u een voorbeeld geven? Ik kan een voorbeeld geven. Wij hebben hier allemaal digitaal een kaartje besteld. Er zit mogelijk een terrorist onder ons. De AIVD heeft hier een informant zitten en die geeft de gegevens van iedereen hierdoor aan de AIVD. Ja. Ja. En dat kan ook een willekeurige database in Nederland zijn. Dus, maar ze kunnen dus gewoon bij de kassa opvragen, hier hebben we een kaartje gekocht. Ja. En dan weet de AIVD dat wij bij dit debat geweest zijn. Kan bij iedereen, weet iedereen, ja. Dat klopt. En dat kan inderdaad opgevraagd worden. Ik meen dat er een belofte is gedaan. Dit is weer een van de vele politieke beloftes om de gaten te vullen van de wet. Om te zeggen dat er dan alsnog een controle moet zijn. Maar dat is precies een van mijn punten waarvan ik in het begin zei, er zitten veel gaten in de wet. Dit is een belofte dat er alsnog toestemming gevraagd wordt voor de minister voordat dat allemaal mag. Maar dat staat niet in de wet. En als je een wet maakt die zoveel kan. Echt, er is nog nooit zo'n wet geweest die zoveel bevoegdheden geeft aan onze geheime dienst. Twee nieuwe bevoegdheden, meneer Als Van dat gebeurt, het massaal en ongericht binnenhalen van informatie van burgers die nergens bij betrokken zijn. Dan kun je wel zeggen, met de mond of in een regeerakkoord, ja maar dat gaan we allemaal niet doen en dit gaan we niet doen en dat gaan we niet doen en zus gaan we niet doen. Maar het staat in de wet. Goed. Het argument van de veiligheid, dat vind ik uit de mond van de VVD overigens wel een godspe. Als je 40% wilde bezuinigen op de AIVD en als deze drie andere partijen dat hebben moeten voorkomen, dan zou ik, als ik de heer Asmani was, een beetje dimmen op dit gebied. Goed. Ja, maar we gaan deze discussie niet over of het in de wet staat. U heeft nog nooit ergens verantwoordelijk voor. Gaan wij in de derde ronde doen, dames en heren. Wij gaan genomen voor een grote puin. We gaan nog één keer naar de zaal, dan gaan we naar de volgende ronde. Ja, ik heb eigenlijk een vraag over wanneer mag data dan binnengehaald worden? Wat zijn er dan de voorwaarden voor? Want het is het ongericht binnenhalen, maar wanneer mag dat? Als ik ooit op hetzelfde wifi-netwerk ben geweest als iemand die misschien iets heeft gedaan, heb ik ook eigenlijk nog een voorwaarde voor het antwoord? Of jullie misschien kunnen proberen de vraag inhoudelijk te beantwoorden in plaats van elkaar te onderbreken? Het zou chill zijn voor de zaal. Kijk, een beetje opvoedingen. Ja, goed. Meneer Asmani, in welke gevallen zou zo'n zogenaamd sleepnet mogen uitgegooid worden? Nou, ik kan mevrouw daar wel van merken. Je kan aan heel veel verschillende casussen denken. Hè. Ik noemde één casus, bijvoorbeeld er is een jemenitische cel en die correspondeert met een lone wolf, zeg maar, in de verschillende landen, zeg maar. En dan weet je niet precies waar in Nederland, maar je weet wel dat gecommuniceerd wordt vanuit de jemenitische cel. En dus wil je dat verkeer ook zien, bijvoorbeeld van Nederland richting die jemenitische cel. Je hoeft niet, het is niet zo, hè, want dat wordt ook wel als mythe, als voorbeeld genoemd, dat wordt gezegd van nou, we gaan op wijkniveau bijvoorbeeld controle doen. Dat je dan in een bepaalde wijk zou zitten waar dat kan. Het is een fiber, een kabel, waar die communicatie bijvoorbeeld naar Jemen toe gaat vanuit Nederland. Die haal je eruit, dan vraag je om toestemming of je die kabel mag intercepteren. Daar komen ruwe data uit. Dan is bijvoorbeeld niet positief, zeg maar, dat is met negatieve filters, als er bijvoorbeeld wordt gekeken naar YouTube, et cetera. Dat wordt er allemaal afgehaald, zodat je data beperkt, want anders wordt die hooiberg te groot om in die spel te zoeken. En uiteindelijk kan je dus zien
Maar dan weer in andere fases met toestemmingen kan je pas zien wie diegene is die dan communiceert. Okay. Meneer Asmani zegt... Met die zegt, cel. Het wordt gaat in fases en het niveau dus niet op een kabel. Wordt... Ja, dat is een beetje kletsverhaal. Een semantische kwestie. Dat geeft niks. Het kan, als het moet, een koffietent zijn of een chatsite. Of het kan ook zijn een deel van ons land met een deel van een ander land. Dat is maar net hoe je dat maar nu geef in die alleen maar voorbeelden. Opdracht neerzet. En dat kan een bepaalde fiberkabel zijn. En daar gaat ontzettend veel informatie over. Dus dat is maar net wat voor soort vraag je stelt. Maar op het moment dat je de vraag stelt, kunnen de AIVD en de MIVD dat doen. En dat kan deze regering doen, dat kan de volgende regering doen, dat kan elke minister doen. En dat kan dus een hele grote opdracht zijn. Helder. Meneer Voel. Kijk, de AIVD heeft een heleboel verschillende bevoegdheden. Als ze een doel willen bereiken, bijvoorbeeld het vermijden van een cyberaanval, het vermijden van bedrijfsspionage, dan moeten ze kiezen welk middel ze inzetten. En ze moeten het lichtste middel inzetten. En ze moeten dus onderbouwen waarom ze een bepaald middel inzetten. En als ze niet goed onderbouwen waarom ze een zwaar middel inzetten, dan moeten ze een lichte middel inzetten. Dat is reden 1. Dat heet subsidiariteit. De tweede is proportionaliteit. Daar wordt ook altijd op getoetst bij elke bevoegdheid. Dat betekent dat het middel dat je inzet in relatie moet staan tot het doel wat je ermee wil bereiken. Op die manier wordt altijd getoetst door de minister en de toezichthouder. En het derde is dat er gewoon op nut en noodzaak wordt getoetst. Dus er zijn 3 criteria die altijd bij alle bevoegdheden tellen. En die worden dus per bevoegdheid, die worden door de AIVD worden aangevraagd, worden die getoetst door de minister en dan door de TIP. Dus zonder even in voorbeelden te vervallen moet je uitgaan van de termen dat een middel niet te zwaar moet zijn. Een middel moet noodzakelijk zijn en een middel moet in relatie staan tot het doel. En op die manier wordt het getoetst. Juist, oké. Dus de kans dat een hele wijk wordt afgetapt, zegt u, is... Nou, maar zo dan krijg je de semantische discussie van een wijk. Een wijk aftappen kan helemaal niet. Nee. Een wijk betekent 30 providers. Dan moet je 30 aftappunten hebben en er zit maar 1 aftappunt per jaar in de wet. Dus er gaat niet een hele wijk worden afgetapt. Dat kan juridisch misschien in theorie. De diensten zullen dat in praktijk nooit willen. En technisch is het onmogelijk. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Nou, we hebben zelf ook met de diensten gepraat. Het kan inderdaad niet geografisch dat je zo een wijk aftapt. Maar wel dat inderdaad als je zo'n kabel hebt, dat daardoor uiteindelijk informatie van meer mensen afgetapt wordt dan normaal gesproken in een wijk zitten. Dus daarmee zei ik dus een beetje een semantische kwestie. Want door daar zit natuurlijk heel veel verschillende informatie van mensen die inderdaad aan het mailen zijn of aan de websites aan het zoeken zijn. Heel veel onzin waar ze niet naar op zoek zijn. Maar dat gaat er wel doorheen. Met elke seconde geloof ik net zoveel als in een normale harde schijf zit. En ja, daar zit heel veel bij van mensen die op verschillende plekken in Nederland wonen en dat die toevallig een provider gebruiken die daarop aangesloten is op dat ene netwerk. Ja, waarbij ik nog wel wil aanvullen, die diensten die zien dan niet, zeg maar, die gegevens. Dus het is niet zo dat ze erin kunnen kijken met wie je communiceert, bijvoorbeeld als je in een chatbox zit. Nee, ze zien alleen maar dat je communiceert, niet wat je precies zegt. Ja, maar die metadata zeggen wel heel veel. Juist. Goed. Dames en heren, we gaan dadelijk nog verder praten over dat toezicht en de waarborgen die ingebouwd zijn, want daar komen we vaak op terug als een belangrijk punt. Ja. Maar één punt waar we tussendoor over gaan hebben is het punt van het delen met buitenlandse diensten. U noemde het net al, het is belangrijk dat diensten goed met elkaar communiceren. Terroristen zijn net milieuvervuiling, zouden ze niet aan grenzen. Dus er moet goed met elkaar uitgewisseld worden. Nu zit er in de wet de mogelijkheid dat die ongefilterde data, die metadata, gedeeld kan worden met buitenlandse veiligheidsdiensten. Dus onze eigen dienst heeft niet gekeken wie ze wat is het. Die hebben gewoon een doos data. Die kunnen ze met een andere dienst, als daar reden toe is, kunnen ze die uitwisselen. De vraag is dat een goed idee of niet? U mag alle 4 zo wat over zeggen. Ik ga eerst eens even aan het publiek vragen. Wat vindt u daarvan? Kijk, u bent een aantal gezegd. Informatie die de AIVD en de MIVD verzamelt. Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. Verzameld moet ongelezen gedeeld kunnen worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Peter Kan legt ook al uit, als je het woord ongelezen uithaalt, gaat Nederland opeens hele andere dingen vinden als je het woord ongelezen er wel in stopt. Dus ook dadelijk willen we van u even horen, vooral waarom het ongelezen zo'n punt is. Nou, de zaal is hier redelijk duidelijk over. Wil ik toch van een van u even horen waarom het toch zou moeten kunnen. Ja, dit heeft gewoon te maken met... En dit is ook een van de lastige punten om uit te leggen, omdat het altijd gaat over het feit dat inlichtingdiensten op een bepaalde manier werken die we allemaal niet kennen. Ik vind dat overigens ook een lastig punt. Maar het is gewoon zo dat diensten vrij snel met elkaar moeten uitwisselen wat ze hebben. Een aantal aanslagen heeft laten zien dat het echt zo is dat als een bepaalde dienst iets weet en dat snel bij een andere dienst krijgt, dat heel veel effect kan hebben. Als je dus alles moet gaan lezen,
kost het gewoon heel veel tijd. Dus de reden dat ervoor gekozen is om ook de mogelijkheid te bieden om het ongelezen te doen, is vooral om ook om snel data te kunnen delen, zodat de mensen in het land van de dienst waar op dat moment de informatie het meest waardevol is, er het meest mee kan gebeuren. Het is absoluut zo dat dit mij ook een bezorgd gevoel geeft. Het is zo dat er twee verschillende categorieën diensten zijn. Er zijn bevriende diensten. Bijvoorbeeld bijna alle lidstaten van de Europese Unie, maar bijvoorbeeld ook Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten. Dat zijn de bevriende diensten. En dan heb je ook nog de onbevriende diensten. En dat is natuurlijk helemaal een lastige categorie. De minister heeft nu gezegd, als we het bevriende diensten doen, dan moeten we ook weer heel precies opschrijven onder welke voorwaarden. Hoe is de rechtsstaat daar? Hoe gaan ze om met mensenrechten? Wat voor regime zit er? Hoe is de kwaliteit van de diensten? Maar bij onbevriende diensten mag het alleen in uiterste noodgevallen met toestemming van de minister. Maar inderdaad, we zullen echt op dit punt heel goed moeten kijken hoe dat zich ontwikkelt. Want wat we bijvoorbeeld niet willen is dat er data bij diensten terechtkomen waar iets mee gedaan wordt wat niet de bedoeling is van die data. Juist. Dan zet je dat dus in de wet. Ja. Want nu is het dus wel zo. Kijk, als je nou heel gericht zoekt, dat staat dus in de wet, want je moet dus opschrijven hoe het werkt. Als je heel gericht zoekt, heb je ook altijd informatie die relevant is. Die je kent. Wat je ongeveer weet wat het is. En als je dat deelt, dan weet je wat je deelt. Maar het probleem van die hooiberg is dat je niet weet wat daar allemaal in staat. Wat dat allemaal is. En ik vind dat onze overheid een hele primaire taak heeft om de veiligheid van onze burgers te beschermen te allen tijden. Er wordt al genoeg gehackt en ingebroken. En wat ik niet wil, is dat wij gegevens van onze burgers die wij niet kennen, waar we dus niet weten wat erin staat, ook niet van journalisten, ook niet van advocaten, we weten het allemaal niet, dat we die delen met andere landen. Met landen misschien, ook waar we zeggen, daar moeten we wel mee samenwerken, maar dan willen we toch niet dat die van alles weten over onze burgers. Vooral ook omdat we niet weten wat die landen daarmee gaan doen. Ja. Ja, het liefst wil je dat het gelezen is, dat deel dus verwijderd is. Maar zoals Kees Verhoeven ook aangaf, er kunnen situaties zijn, en zo is die in het verleden ook wel geweest, waarbij aanslagen hebben plaatsgevonden, waarbij de dader is ontkomen in eerste instantie, waarbij heel snel informatie moet worden gedeeld met de andere diensten. En dan heb ik er liever dat we daarmee voorkomen dat nieuwe aanslagen of nieuwe slachtoffers komen, dan dat we zeggen van het mag absoluut niet. Er zitten wel randvoorwaarden aan. Het is niet zo dat ze dat zomaar kunnen gaan doen. Ook hier moet toestemming worden gevraagd van de minister. En de CTIVD, dat is die andere toetsingscommissie naast de TIP, daar wordt actief geproclameerd dat men het doet. Dus die CTIVD wordt meteen in stelling gezet of het op deze manier ook wenselijk is en of dat ook kan en of het niet op een andere manier zou moeten. Ja. Maar het is natuurlijk lastig. De minister moet inderdaad toestemming geven om die zwarte doos dan over te dragen aan die buitenlandse diensten. Maar die weet natuurlijk zelf ook niet wat erin zit. En ik vind het ook een beetje naïef om te denken dat dat geen slachtoffers kan opleveren. Kijk, ik wil ook niet al te negatief zijn, maar ik bedoel, als je inderdaad gaat over al het kabelverkeer of alle contacten die zijn geweest, ik noem maar wat, met Turkije, en dan is er daar een link mee. Als je dat overdraagt dan ook aan de Turkse regering, daar kunnen ook contacten tussen zitten van mensen die heel kritisch zijn op Erdogan. Ik denk dat dat wel degelijk te precair is om over te dragen aan. Maar denkt u dat het dan gebeurt? Ik denk van niet. Het is namelijk geen zwarte doos. Het wordt gedaan alsof het totaal onbekende informatie is. Bergen data waar niemand wat van weet. Ze weten, op basis van de opdracht die de AIVD heeft gevraagd, weten ze uit welke tapopdracht het gekomen is. Dus ze weten ook waar er toen getapt is, wat er ongeveer voor informatie in moet zitten. Maar het kan dus gewoon gaan om mensen die bijvoorbeeld contact hebben gehad in het telefoonverkeer, bijvoorbeeld met Turkije. En het is aan de ene kant wordt gevraagd. Zo ver, die mensen door elkaar heen praten. Oké, dan mag jij eerst en dan ga je daarna aan mij. Ik weet zeker dat de AIVD niet informatie zal delen met de Turkse diensten op het moment dat er bijvoorbeeld een hoog risico is dat er Gülen-aanhangers in zitten die kritisch zijn over dat Turkse bewegingen. Dat weet je niet. Maar mag ik daar toch iets op zeggen? Dat is dus heel belangrijk, omdat is iets wat we allemaal niet willen. Dat is iets wat de AIVD niet wil, dat is wat de minister niet wil. Omdat de minister daar toestemming voor moet geven. Maar als je ongelezen data hebt, hoe weet je dan dat er niet toevallig in een van die taps een advocaat zit die met iemand die van de PKK aan de gevangenis zit, weet ik veel aan het bellen is. Je weet dat niet zeker, want je hebt het niet gelezen. Als er een advocaat-cliëntcontact in zit, dan moet de rechtbank Den Haag überhaupt toestemming geven. Vanuit Ankara.
Nee, wij delen ja, maar, het toch? Nee, maar kijk, we geven dus een doos. Wij hebben zeg maar Den Haag. Wij geven dan een doos informatie af aan Turkije. Daar heeft de minister dan toestemming voor gegeven, want er is een situatie. En wat doen we? Aan de ene kant mag dat alleen inderdaad met staten die een soort clearance hebben, waar we bevriend mee zijn. Maar het mag ook soms met een ander land als de minister dat nuttig vindt. En de minister heeft ook gezegd, vaak gaat het bij inlichtingendiensten, je geeft en je neemt. Dus als je wat informatie wil krijgen, moet je ook wat informatie geven. Dat zal dus ook zijn met landen die niet een goede mensenrechten situatie hebben. Nou ja, en dan is die informatie daar in handen. En ik vind het vrij naïef om te denken dat zij zich uitsluitend gaan houden aan de regels die wij hier in de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten hebben gemaakt. En niet ook elders gaan zoeken in die doos. Maar daarom maken we die wettelijke wegen. Daarom is het wat GroenLinks betreft, ik wil heel graag samenwerken met buitenlandse diensten. Daarin willen we best wel ver gaan, ook met Europese samenwerking tussen die inlichting en veiligheidsdiensten. Want dat is belangrijk, maar wel met gelezen data. Meneer Esma, ik vind het is naïef om te denken dat die diensten daar niet nog eens even lekker in gezegd, oh, we nog wat anders interessants vinden. Zeg maar, ja, erbij terug. Dus dat spreekt enorm wantrouwen uit. En dan, bij de ene dienst kan je daar meer wantrouwen op hebben dan bij de andere dienst. En daarom hebben we dus ook wegingsnotities, zoals dat heet. En die worden ook steeds geactualiseerd. En dan wordt gekeken naar hoe de veiligheidsdiensten in desbetreffende landen waar je informatie van plan bent mee te delen, hoe die daarmee omgaan. Hoe de mensenrechten in het desbetreffende land in elkaar zitten. Hoe de democratie in elkaar zit. Stel, we geven nu wat aan Slowakije. Dat gaat heel hard met de democratie daar. Over 3 jaar is dat misschien wel heel erg raar. Dan hebben zij die data nog. Kunt u daar ook voor instaan? Nou, ook daarin wordt afspraken gemaakt als aan overdracht wordt gedaan aan wel een bepaalde termijn iemand die gegevens mag hebben. En de CTIVD die houdt daar ook toezicht op en ook controle op. En dat moet zometeen denk ik ook in de praktijk blijken wat daar uiteindelijk ook mee gebeurt. Daar maak ik bezwaar tegen. Maar alle toezicht zit erop. Ja, ik vind het te gemakkelijk om te zeggen van we doen het nooit. Maar als er echt een aanslag is waarbij daders wegkomen en die mogelijk ook andere aanslagen in andere landen gaan plaatsvinden. En dan gaan wij zeggen van, oh ja, nee, we gaan die inlichtingen niet delen met die landen, want we willen eerst dagen naar die inlichtingen gaan kijken. Dat kunt u toch ook niet maken. Dus dat is altijd een afweging die gemaakt moet worden. En ik ga ervan uit dat onze minister, en ook toekomstige ministers, maar ook onze minister, maar ook die CTIVD, de waakhond, de onpartijdige waakhond, ook die afweging kan maken. Ik kom zo bij u eerst even. Ik wil even meneer Asmani zegt weer, u wilt het weer nooit mogelijk maken. Ook niet in uitzonderingsgevallen. U wilt geen maatwerk mogelijk maken, u wilt het altijd onmogelijk maken. Ik wil dat de AIVD en de MIVD gericht alles kunnen doen wat nodig is om terroristen te voorkomen, aanslagen te voorkomen. En als je dan weet je wat je hebt voor gegevens ongeveer, en dan weet je ook wat je deelt. Maar waar ik bezwaar tegen maak, is dat we een wet maken. Een wet is keihard en voor de lange toekomst. En dan wordt er gezegd van, ja, er komt wel een sleepnetfunctie, maar die gaan we echt niet gebruiken, hoor. En dan kunnen we wel massaal data met andere landen uitwisselen. Ja, maar dat gaan we echt niet doen, hoor. En dan gaan we heel goed kijken naar wat voor landen dat zijn. Maar ja, als het nodig is, dan doen we het toch. En dan gaan we in de toekomst wel bekijken hoe het allemaal uitwerkt. Nee, als je dat niet wil, dan moet je dat allemaal in de wet gaan regelen. En dat kunnen we na 21 maart. Ik ga eerst naar meneer Kannen. Ja, je kan vast wel aan. Ik heb een kleine toevoeging en een vraag. Kijk, die toevoeging is, waarom zijn heel veel mensen, gaan ze voorstemmen? Omdat ze denken van ja, dit gaat niet over mij. Ik ben geen verdachte. Andere mensen, de meeste mensen zijn geen criminelen, geen terroristen. Dus daarom hebben ze dat vertrouwen. En hier zie je dat het ongelezen doorgeven aan die buitenlandse inlichtingendiensten, dat vinden ze eng. Want ze denken van ja, maar wacht eens even. Dan wordt het dus gegeven aan een andere mogelijkheid die ik niet ken en Dat is mijn toevoeging. Maar mijn vraag is, Kees Verhoeven zegt van ja, dat moet wel, want er is een hele grote urgentie op dat moment. We willen iemand niet laten ontsnappen. Maar dan vraag ik me af, misschien is het een hele domme vraag hoor, maar kunnen die mensen bij die buitenlandse veiligheidsdiensten veel sneller lezen dan de Nederlandse inlichtingendiensten? Want dat zijn grote bakken met data. En dan is er heel veel haast. En dan wordt het naar het land gestuurd waar dat om gaat. En die gaan dan heel snel die Nederlandse mailtjes zitten lezen. En dat kunnen ze sneller dan die van ons. Ja, kijk, ik weet dat ook niet. Wat ik wel weet is het volgende. U zegt, het zijn hele grote bakken data. Dat is een aanname, dat weet je niet. Al zijn het 1000. Ja, dat weten we dus niet. Maar het argument dat gegeven wordt, we moeten het wel ongelezen doorgeven. Ja. Want er is haast, we hebben geen tijd om het op tijd te lezen. En dan is de vraag van meneer Kannen, kan dan een andere dienst het wel heel snel lezen, want er was haast bij, terwijl we dat zelf niet hadden gekund?
Ik denk dat het absoluut een rol speelt dat de snelheid van het verplaatsen van, als je die data gelijk deelt, dan kunnen de diensten die in dat land operationeel zijn, kunnen er gelijk mee aan de slag. Als Nederland het leest, moet je er vervolgens weer met die andere diensten gaan schakelen. Het is sneller om eerst de data te verplaatsen en dan aan de slag te gaan, dan eerst te gaan lezen en dan data te gaan verplaatsen. Dat denk ik. Maar dit is gewoon de manier waarop inlichtingendiensten werken. Dat is een lastig argument. Ik ben dat ook met iedereen eens. Ik vind dit ook lastig. Maar we moeten niet doen alsof dit in de wet niet geregeld is. Nou, dan weten we dus eigenlijk niet waar we ja tegen hebben gezegd. Want we weten het allemaal niet. En wat wel een overeenkomst is van de heren Asmani tot mij, is dat we ons daar allemaal een beetje ongemakkelijk bij voelen. En de bevolking voelt zich daar ook ongemakkelijk bij. Wacht even, dus afmaken. Zullen we dan afspreken? Maar hij begint er al door me heen te praten. Ik was aan het woord, meneer Verhoeven. Nee, je was helemaal niet aan het woord. Verhoeven was nog niet uitgesproken. Oh, hij was er niet uitgesproken. Nee, maar het maakt jou niet zoveel uit. Het duurt zo lang. U zegt het is goed geregeld in de wet dat er geen onverantwoorde dingen gebeuren. Er wordt gesuggereerd dat in de wet niks geregeld is en dat het zomaar gebeurt. Dat is gewoon niet het geval. In de wet staat dat het altijd moet met toestemming van de minister. Dat er bewegingsnotities zijn per land. En daarin wordt heel goed gekeken, juist naar de punten die mevrouw Buitenweg heel terecht ook noemt. Wat voor soort dienst is het? Hoe gaan ze om met mensenrechten? En als het een slechte staat van dienst is, dat land, dan gaat er dus minder data naartoe. Oké, okay. Goed. Ja. Dat wil dus zeggen dat je altijd houdt dat de inlichtingwerk nou helemaal gaat. Ik ga delen van informatie. Meneer Elshout, als ik nog één, want die vraag was wel relevant, vond ik. Okay. En wat ik weet is dat in ieder geval de diensten werken ook allemaal met profielen. En het is niet zo dat je al die profielen bijvoorbeeld die Nederland heeft van mogelijke potentiële jihadisten bijvoorbeeld, etcetera, roepzichtloos deelt met alle andere landen. Dus op het moment dat er informatieoverdracht plaatsvindt, dan probeer je een raster van jouw profielen die je hebt, probeer je er overheen te halen. Goed, ja, dan zeg je dat zij dit... Ik ga even met mevrouw hier. Ja, twee dingen. Voor Kees Verhoeven. We zei net, als het een land is waar de mensenrechten of democratie niet volgens onze standaarden zijn, dat we dan minder data gaan delen. Maar het zijn ongelezen data, dus ik snap niet hoe je dan bepaalde selectie gaat maken, want we hebben geen tijd om het te lezen en toch gaan we dan minder data delen. Dat is vraag 1. En vraag 2, de stelling gaat nu over buitenlandse diensten, maar het hangt ook heel erg samen met dat sleepnet waar we het net over hadden. Want het zijn allemaal ongerichte zoektochten naar data. Dus we weten, die bijvangst gaat dus ook naar buitenlandse diensten. Dus we weten juist niet wat we geven. Terwijl je net zei, ja, als we denken dat er gevoelige informatie is, dan delen we bijvoorbeeld niet met Turkije. Maar dat weten we dus niet, want het is ongericht. Nee, het is dus niet ongericht. Ik heb net aangegeven dat je iets hebt tussen gericht en ongericht. Ongericht... Je bent ook niet een beetje zwanger, dat is niet... Een beetje zwanger, ja. Ja, je hebt ook grijs. Maar, dus jij zegt, we weten wel ongeveer wat erin zit. Ik vind het heel raar dat we doen alsof er alleen maar gericht is en ongericht. Ongericht is betekent dat je totaal niet weet wat je gaat doen. Je gaat een grote afzuiger pakken en je zuigt alles wat je kan krijgen, zuig je naar je toe. Maar we hebben die kabel naar je heen een paar keer genoemd. Dat is ongericht. Gericht is als je precies weet dat ik jou moet hebben en dat ik dus met jouw informatie aan de slag ga. Daartussenin zit dat je het gevoel hebt dat er in deze zaal iemand is die we moeten hebben. En dan gaan we deze zaal aftappen. Dus dat is minder groot dan heel Nederland aftappen en kleiner dan groter dan jou aftappen. Dat is een beetje ongericht. Nou, vervolgens hebben we die opdracht van de AIVD. Nee, dat is ook... Daar staat dus in beschreven wat ze hebben verzameld op welke manier. En vervolgens willen de AIVD wil dat gaan delen. Dan moet de AIVD aan de minister voorleggen dat ze dat willen gaan delen. Dan kan de minister zeggen, hey, dat is dat land waar het de laatste tijd niet zo goed gaat. We hebben een wegingsnotitie. Daar staat dat er met de mensenrechten slecht om wordt gegaan. Dan doen we het dus niet. En als het naar Duitsland gaat, waar bijvoorbeeld heel vergelijkbaar is met ons land, dan zegt de minister, we doen het dus wel. Dus er zijn wel degelijk verschillende stappen in de wet die ervoor zorgen dat er minder ongerichte informatie gaat naar gevaarlijke diensten. Maar meneer Verhoeven, ik snap dat de minister gaat kijken, hoe is die andere dienst? Is een aardige dienst? Geven we het wel? Is een onaardige dienst? Geven we het niet? Mm-hmm. Maar we hebben bijvoorbeeld deze zaal. U geeft zelf het voorbeeld, deze zaal. Misschien is meneer daar is wel een advocaat, of misschien daar is een arts. Of iemand hier is dissident uit Turkije. Dat wisten we nog niet. Dan komt dat daar toch terecht. Ja. Is dat acceptabel? Dat is acceptabel. Het is heel vervelend. Maar als we het niet doen, dan hebben we dus niet allerlei informatie die de andere diensten wel hebben. Dan kunnen we niet met die andere diensten samenwerken. Dan kunnen we niet met die diensten grensoverschrijdende terroristen pakken. Ik hou niet van terreurswalben zoals Lubach dat noemt. Maar ik vind de andere kant, zeggen dat alles gericht moet en dat je nooit met andere diensten iets moet delen die allemaal op die manier werken, vind ik echt te naïef. Okay, en het zou flauw zijn om te zeggen dat dat precies het argument is van twee partijen die nog nooit regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen. Dat is en dat zal ik dus ook niet doen. Jeetje. Nou, we zijn het niveau alweer bereikt vanavond, hoor. Het is wel een beetje hoe het werkt. Soms moet je lastige keuzes maken. En deze wet zit vol lastige keuzes. Interpreteren? En ik sta voor als die wet. Als je tegen het referendum, als je voor het referendum voor bent, dat gaan, voor tegen. Dat weer gaan. Meneer Verhoeven zegt wel een beetje, als alle andere diensten werken ook een beetje zo, wij mogen niet meer meedoen. We moeten een voorbeeld hoort, want natuurlijk moet altijd een beetje kunnen dealen. Als wij het niet doen, dan op een gegeven moment staan wij buiten spel. Dat
is een gevaar. Ja, dan hebben wij dus de zeggenschap. Ik kan zeggen dat er helemaal niet... De meeste geheime diensten, die werken helemaal niet zo ongericht. Althans, van de geheime diensten met een beetje redelijk mensenrecht. Om ons heen om wel. Zoals in het Verenigd Koninkrijk. Ja, Verenigd Koninkrijk wel, maar Duitsland helemaal niet. Koninkrijk. Nee, Duitsland helemaal niet. Zweden. Oh, je gaat allemaal door elkaar. Wij gaan dus zo werken, omdat het aantal werken was Engeland toch iets. Ik wil er toch even iets op zeggen. Want... Weer wordt er gedaan alsof dat nou toch de enige manier is, hè, dit ongericht delen, want anders is er geen samenwerking en dan wordt alles niks. Kijk, het gaat erom dat je gelezen data leest, dat wij dus ook investeren in onze capaciteit, dat we heel erg investeren ook inderdaad in de samenwerking met die andere landen. Dat moeten we dus inderdaad doen, want dat gaat heel vaak verkeerd op dit moment. Dus daar moet je allemaal wel in investeren. Maar het is de collateral damage, waarvan je nu zegt van dat die nu acceptabel is, ja, dat vind ik toch wel heel groot. Want waar gaat het om? Er is wel degelijk is het mogelijk om een beetje gericht te zijn. Maar dan gaat het erom van wat zijn nu bijvoorbeeld alle telefoonverkeer naar Turkije. Laten we dat voorbeeld nemen. Dan gaat inderdaad vallen heel veel andere gericht, dingen. Hoor. Bijvoorbeeld als je op dezelfde kabel ook allerlei andere dingen hebt gedaan. Van hier gewoon in Nederland valt dat er allemaal buiten. Maar alle telefoonverkeer naar Turkije, daar zitten wel degelijk ook heel veel criticasters bijvoorbeeld tussen van Erdogan. Nou, dat vind ik toch wel... Ik vind dat wel problematisch. Ja, goed. En dat is een andere manier. En dan zegt de minister dat ik ga naar meneer Heer niet. Dat zegt de minister niet, want die weet dat niet. Zegt dat gewoon doorheen, het moet. Heel goed. Dat zegt de minister wel. We hebben nu een tip. Een toetsingscommissie inzet bevoegdheden. Die moet dan onafhankelijk gaan toetsen wanneer er bevoegdheden worden ingezet. Waarom is die niet geldig op delen met het buitenland? Eigenlijk helemaal nergens bij delen met het buitenland wordt de tip ingezet om toestemming te moeten geven. Ja, okay, een beetje technisch, maar bij een aantal bevoegdheden, zoals die sleepnet, moet die commissie van die drie mensen, die moet toestemming geven na het minister heeft gedaan. En voor dit geldt dat niet. Ja. Voor delen geldt dat helemaal niet. Wederom het argument. En kijk, dit is echt een ingewikkeld punt. Dit gaat echt over, we gaan dus inderdaad data delen en we weten niet precies wat er gebeurt. En daarmee vergroten we de kans dat een aanslag voorkomen wordt. En misschien vergroten we de kans in een aantal gevallen wel niet, want er was helemaal geen aanslag en komt er toch... Het is vervelend waarom we dit niet doen, die tip... is omdat het ook extra tijd weer kost. Dit is letterlijk aan de orde geweest in de Kamerbehandeling. Hier is toen uitdrukkelijk naar gevraagd. Geef de tip hier ook een bevoegdheid. Het betekent dat je dan misschien wel 24 of 48 uur achterstand hebt... waar het gaat om minuten. Het klinkt dramatisch. Ik vind het ook niet leuk om te doen alsof er allemaal schimmige dingen gebeuren... en dat we daarom allerlei data moeten delen. Het is wel hoe het inlichtingenwerk nou eenmaal in zijn gang gaat. Nederland heeft op dat punt een aantal waarborgen ingebeeld. Maar het gevoel wat hier in de zaal is, kunnen we op geen enkele manier wegnemen... Ook niet als we een wet maken zoals meneer Van Raak, want die zegt, ja, we moeten alles in de wet regelen. Dan moet je gewoon zeggen, we gaan geen data delen met andere diensten. Ook dat amendement is ingediend door GroenLinks en SP. Nee, ook dat amendement heeft D66 niet gesteund. Geen data, geen ongelezen. Ja, nee, maar daar hadden we alleen gelezen. Precies. Nee, maar dus, de tip niet, de CTVD wel. Die wordt dus meteen geappelleerd op het moment dat, dat dit wordt gedaan. CTVD, de... Ja, klopt. En de CTIVD die kan ook meer dan de tip. De CTIVD kan er ook echt in, zeg maar. Dus die kan ook naar Zoetermeer toe, zeg maar. Die toetsen sowieso tijdens en achteraf, ook bijvoorbeeld bij een ooginterceptie. Maar ook hier in het geval die afweging of die rechtmatig wordt gemaakt. Ja, yes, die worden gelijk in een bed gebeld en die kunnen er gelijk in kijken. Ik ga naar meneer de Achter. Naar de andere kant, kruisje. Ja. Als ik u zo hoor allemaal, en dat geldt eigenlijk voor alle partijen die hier staan op dit onderwerp. Hè? Dus zowel de meneer Asmani, Verhoeven, Buitenweg, Van Raak. Allebei voel ik, bij u al voel ik op dit onderwerp toch wel een ongemak over hoe dit deel van de wet werkt. Zou het niet een idee zijn, ongeacht de uitkomst van het referendum, om op 22 maart bij elkaar te gaan zitten en te kijken, kunnen we dit deel in ieder geval repareren? Nou, dat is wat ik straks eigenlijk wilde voorstellen. Dat lijkt mij een goed idee. Er zijn een aantal ongemakken in de wet. We krijgen een ja of we krijgen een nee. Maar ik zou het ook goed vinden als, stel dat het een ja wordt, je weet maar nooit, om dan ook met elkaar een debat te voeren om te kijken wat de uitkomsten zijn. Dus als het een ja wordt, moeten we ook met u om tafel om over deze wet te gaan praten. Hier komen we helemaal aan het punt. Dat gaan we dus niet doen, meneer Van Raak. Maar de vraag van boven is, dit is een punt waar u allemaal van zegt, nou, die collateral damage zit mij wel lastig. Ja. Zou we dit er misschien... Zou hier nog eens een keer naar moeten kijken? Ja, je kunt er naar kijken. Maar ik heb net ook al gezegd, je kunt dit ongemak niet wegnemen. Okay. Er is geen manier... Als man niet valt dat u over dit onderdeel Ja, zo kun je elk ongemak wegnemen, inderdaad. Ja, als je geen ongerechte data valt met u over dit onderdeel. Als je de straat wil schoonmaken en je krijgt pijn in je rug, ik wil geen pijn in mijn rug, dan laten we de straat lekker vuil worden. Nou, de oplossing van meneer Van Raak. Nou, graag gedaan.
Ja, bij mij valt over altijd over heel veel zaken te praten, zou ik zeggen. Maar ik denk dat je deze niet weghaalt. Zoals ik al aangeef, het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld dat je de wet aanpast, dat alleen gelezen, want kan dan kom je er wel op. Nee, dat kan niet, want dan kan je dus niet snel handelen. En in sommige situaties moet je, om levens te besparen, moet je juist snel handelen. En anders, dus dat is zegt maar ik ben eens, daar zit natuurlijk een vorm van ongemak in, want je wil het liefst, ja, dat het gelezen is, dat het geselecteerd is, et cetera. En daarom is denk ik van belang, en daarom doen we dat ook, dat we die wet gaan evalueren. En dat dit aspect natuurlijk ook nadrukkelijk daar aan de orde komt. Het was al nadrukkelijk aan de orde tijdens de wetsbehandeling. En ik verwacht gewoon dat bij de evaluatie van de wet, dan kunnen we ook zien hoe dat werkt, hoe de CTIVD bijvoorbeeld daarop acteert, et cetera. Want dat is toch de waakhond. En daar heb ik in ieder geval ook, naast dat ik veel vertrouwen in de diensten heb, heb ik ook veel vertrouwen daarin. En ik ken dit parlement ook als een zeer kritisch parlement als het hier om gaat. Dus ja, ik maak me daar, om eerlijk te zijn, niet 1, 2, 3 zorgen over. Wat toch wel een punt is. Hier gaan wij gaan door. Dus ook u zegt, het zit me ongemakkelijk. Ik wil het niet van tevoren niet doen, want het kan toch wel eens heel belangrijk zijn. En u zegt, het zit mij te ongemakkelijk. Deze wet zit vol met ongemakken. Ja, goed. Wij gaan door naar het laatste onderdeel. Want dat gaat inderdaad over het toezicht en de controle die er is geregeld. De toezicht en de waarborgen. Daar hebben wij een kort om te introduceren hoe dat nou precies geregeld is. Al een paar keer langsgekomen. Nog een kort filmpje om het u even te laten zien. Om op grote schaal informatie te mogen verzamelen, moeten de inlichtingendiensten eerst toestemming vragen aan de minister. Als de minister haar fiat geeft, controleert een speciale commissie van oud-rechters en een technisch expert of die toestemming terecht gegeven is. Zo ja, dan mogen de data worden verzameld, geanalyseerd en maximaal 3 jaar worden bewaard. De toezichthouder op de veiligheidsdiensten, de CTIVD, controleert daarna of alles volgens de regels gaat. Kijk, goed. Dus op deze manier wordt het gecontroleerd. De vraag is dit voldoende of is dat niet voldoende? De stelling waar u uw antwoord over mag geven is, die komt nu in beeld. Ja, het toezicht is goed geregeld en de rechten van burgers zijn goed gewaarborgd. Ik heb een kleine spellingverhapseling gemaakt. Het toezicht is goed geregeld en de rechten van burgers zijn gewaarborgd. Dus als u een beetje kijkt naar hoe dat net gegaan is, gaat dat nou voldoende? Kijk, hier wordt het spannend. Het is echt een nek-aan-nek race. Kijk. Waarbij het vorige punt had heel duidelijk, was dat een onverschil. Hier zijn u het redelijk met elkaar eens. Goed, het debat hierover gaan Kees Verhoeven en Katrijne Buitenweg. Komt u naar voren. Ja. Meneer Verhoeven, bent u het eens met deze stelling? Ja. Kunt u uitleggen waarom? Nou, ik denk dat er geen land ter wereld is waar de inlichtingendiensten zo goed gecontroleerd worden. Ik denk dat er geen toezichthouder is die achteraf alle data, alle dossiers, alle informatie bij de diensten in kan zien, daar binnen kan lopen, alle kamers in kan lopen, iedereen kan ondervragen. Het is een scherpe toezichthouder. Ze hebben al 54 rapporten gepresenteerd waarin ze vaak niet malse kritiek hadden op de diensten. Overigens ook constateerden dat de diensten zich overwegend aan de wet houden op een aantal kleine onvolkomenheden na. Die worden altijd stevig aangepakt en de aanbevelingen van de toezichthouder worden eigenlijk bijna altijd overgenomen. Dat is achteraf. Vooraf hebben we dan nog het hele systeem wat ook net in het filmpje naar voren kwam. Er zijn heel veel verschillende bevoegdheden. De meeste bevoegdheden, de wat zwaardere bevoegdheden, die zijn allemaal gekoppeld aan goedkeuring door de minister en vervolgens een controle op die goedkeuring door die toetsingscommissie waar 2 oud-rechters en een technisch deskundige in zitten. Dan hebben we vervolgens nog geregeld in het regeerakkoord. Mevrouw Buitenweg en meneer Van Raak hebben het de hele tijd over dat zachte politieke beloften zijn. Ik zie het als een politieke meerderheid om deze wet scherp te evalueren na 2 jaar. We gaan na 2 jaar een onafhankelijke commissie aan het werk zetten om te kijken hoe deze wet gefunctioneerd heeft. Dan hebben we volgens ook nog gewoon de Tweede Kamer, die altijd kan opletten wat er gebeurt. Dus er zijn zoveel verschillende lagen, vooraf, achteraf en in het politieke proces, waardoor ik denk dat er voldoende controle en grip is op deze wet. We hebben net een onderwerp behandeld waarbij duidelijk is dat er nog een aantal dingen in zitten waarvan ik ook denk, poeh, als dat maar goed gaat. Maar we hebben zoveel controle en waarborgen ingebouwd dat ik voor deze wet durf te staan. En denk dat het dus inderdaad met de rechten van burgers goed zal zitten. Helder. Mevrouw Buitenweg, ik wil zo het punt van wat er in het regeerakkoord nog bij geregeld is, zodat meneer Verhoeven er wel voor was, wil ik zo even op terugkomen. Eerst de wet zelf. Meneer Verhoeven zegt, er zitten heel veel controlemechanismen in. Eigenlijk in geen enkel ander land is het zo goed geregeld als bij ons. Bent u daarmee eens?
Nou, ik denk dat inderdaad CTIVD ook heel erg goed werk doet. Maar als het erom gaat, zijn de rechten van burgers goed genoeg gewaarborgd? Dan zeg ik toch nee. En het gaat erom dat in een rechtsstaat moet het er niet om gaan of je nou wel vertrouwen hebt in vadertje staat. Maar dan moeten gewoon je rechten moeten goed geregeld zijn in de wet. Daar moet het op gebaseerd zijn. En we hebben gezien dat deze wet vrij slordig in elkaar zit. Er zijn op verschillende punten heeft de minister gezegd... Oh nee, zo heb ik dat niet bedoeld. Of zo kan ik dat niet voor me zien. Maar het voorstellingsvermogen van de minister is natuurlijk geen harde garantie in de wet. Dus wat wij zeggen is van ja, de beperkingen, zoals bijvoorbeeld het kan, mag en zal geen sleepnet zijn. Ja, dat is allemaal prima dat dat in een regeerakkoord staat. Of dat het in een motie staat. Of dat er afspraken zijn gemaakt. Hè, wat werd gezegd over hoe je nou weer informatie eigenlijk via derden zonder die mooie controle haalt. Ja, dat is allemaal prima dat je dat allemaal bij moties doet. Dat is al helemaal winst. Maar dat zijn natuurlijk wel waarborgen die in de wet horen te zitten. En daarom zeg ik van ja, je moet tegen deze wet stemmen. En dan hoop ik inderdaad op een aantal reparaties. Waaronder op het onderwerp van wat we net hadden. Maar ook bijvoorbeeld over die sleepnetbevoegdheid. En als de heer Verhoeven zo trots is op wat hij heeft binnengehaald in het regeerakkoord. Het kan, mag en zal geen sleepnet zijn. Ja, laten we dat dan ook graag in die wet zetten. Allereerst die procedure. De minister moet toestemming geven. Dan kijkt er die commissie die kijkt mee. Die moet ook toestemming geven in de meeste gevallen. En achteraf wordt het nog eens beoordeeld door die andere commissie. Die dan ook wat mag vinden. Is dat op zich voor u voldoende geregeld? Is dat een goede procedure? Of zouden daar nog veel meer dingen bij moeten? Nee, er zijn wel ook allerlei opmerkingen over te maken. Zoals inderdaad dat de TIP bijvoorbeeld. Er komt, ja, zij horen op een gegeven moment informatie. Er is niet nog eens een keer een soort iemand die zeg maar zoals een advocaat van de duivel andere informatie geeft. Dus ja, en zij kunnen ook niet in alle informatiedatabases, zeg maar, van de geheime dienst. Dus ik weet niet of dat nou eigenlijk allemaal voldoende is. Maar dat is niet mijn voornaamste punt. Want het voornaamste punt zit er toch gewoon in dat heel veel van de beperkingen die politiek eigenlijk gewend zijn op deze toch wat rommelige wet, niet in die wet zijn vervat. En ik wil zeggen dat de CTIVD, waar ook de heer Verhoeven veel waarde aan hecht, heeft ook zelf in zijn rapport, wat eigenlijk onlangs verschenen is, gezegd, het zou echt beter zijn voor de rechtszekerheid op de lange termijn als het in de wet vervat is. Want het kan zo zijn dat we nu minister Ollongren op haar blauwe ogen geloven, en dat doe ik ook best wel, maar je weet niet hoe zaken zich ontwikkelen. En ik denk dat het van belang is dat juist op zo'n cruciaal onderwerp, wat raakt aan de bevoegdheden van de geheime dienst, dat je niet alleen die bevoegdheden, maar ook echt de grenzen daaraan in de wet zelf moet vervatten. Maar, ja, prachtig, maar mevrouw Buitenweg, dit hele toezichtstelsel staat nou juist in de wet. Het staat op alle... Toezichtstelsel wel, ja. Het staat op alle punten gewoon precies in de wet opgeschreven. We gaan een minister toestemming laten geven. We gaan een toetscommissie de minister laten controleren. We gaan een toezichthouder alle ruimte geven om alles te controleren. We gaan inderdaad daarnaast nog onafhankelijk evalueren. Dus ik vind dat er wel degelijk allemaal dingen in de wet geregeld zijn. En juist daarom denk ik dat als er een onderdeel nou echt goed is in deze wet, dan is het de toezicht. En wat het mooie daaraan is, ik vind dit ook het belangrijkste blokje en ik ben heel blij dat wij hierover in debat mogen gaan. Want de toezicht gaat namelijk over alles. We kunnen het over de breedte van de trechter bij het onderzoek hebben. We kunnen het over het hacken hebben. We kunnen het over de bewaartermijnen hebben. We kunnen het over delen van data met diensten hebben. We kunnen het over allemaal onderdelen van deze wet hebben. En er zitten lastige onderdelen bij. Er zitten minder lastige onderdelen bij. En er zitten goed geregelde onderdelen bij. Maar toezicht, dat gaat over alles. En juist dat toezicht is heel nauwkeurig opgeschreven. Is heel zwaar ingericht. En Nederland heeft echt een hele grote staat van dienst als het gaat over toezicht. Op de inlichtingen. Volgens mij wat mevrouw Buitenweg zegt, in de wet staat, je mag 180 rijden voort op de snelweg. In het coalitieakkoord heeft u afgesproken, nou, we gaan 180 rijden, we doen ongeveer 130. En dan mag dan de commissies gaan daar dingen over zeggen. Maar voor mij is haar kritiek, die commissie mag alleen maar kijken of inderdaad niet 180 is gereden. Maar mag niet precies zeggen, die 130, want dat staat niet in de wet zelf. Leuk voorbeeld. In de wet staat niet dat je 130 of 180 mag rijden. In de wet staat dat je zo hard mag rijden om ervoor te zorgen dat je een boef pakt. En je moet per keer dat je gas gaat geven, moet je opschrijven hoe hard je mag. En de ene keer is het 160 en de andere keer is het 150. En elke keer moet je opschrijven waarom jij denkt dat je zo hard moet rijden om die boef te vangen. En dan komt de minister en die zegt, je wil nu zo hard om deze boef te vangen, terwijl je ook bij wijze van spreken op een fiets erachteraan kan hem dan te pakken nemen. Jij gaat niet je auto pakken, je pakt maar een mooie fiets. Dat is hoe het toezicht geregeld is, in uw voorbeeld, letterlijk. Dus u heeft het hele tijd over vaste dingen. Het mooie van deze wet is dat er een aantal algemene criteria zijn waar steeds op basis van getoetst wordt. En die criteria worden door allerlei verschillende instanties de hele tijd in de gaten gehouden.
houden. En misschien klinkt het vaag, proportioneel, subsidiair, maar dat zijn precies de verdragen, de Europese verdragen, de mensenrechtenverdragen. Amnesty International heeft het altijd over mensenrechtenverdragen. Dat zijn juist precies die termen die gebruikt worden. Dus juist het inzetten van het minst zware middel is iets wat heel zwaar gecontroleerd wordt. Meneer Verhoeven, u heeft tegen deze wet gestemd en bij de stemverklaring ook gezegd dat het massaal en ongericht afluisteren van burgers, dat het een te grote inbreuk was. En waar u ook voor was, was dat het veel gerichter zou moeten. Er is toen een motie ook nog aangenomen in de Kamer dat het veel gerichter was, maar het zat niet in de wet zelf. En dat heeft u bekritiseerd, want u vond het moet in de wet zelf. Nu heeft u in een regeerakkoord wel gezegd dat het zo gericht mogelijk is. En het lijkt wel alsof u er een sticker voor wil hebben en dat het daar dat referendum over gaat. Maar u heeft het prima gedaan bij dat regeerakkoord. U heeft het zo goed mogelijk gedaan voor het feit dat de wet al aangenomen was. Maar nu hebben we de kans, niet alleen maar om te zeggen dat u dat hartstikke goed heeft gedaan, maar we hebben de kans om nu even terug te keren naar het moment voordat de wet was aangenomen, deze wet te zeggen, hij is niet goed genoeg, en daarna de wet te gaan repareren in lijn met wat u eigenlijk wilde. En ik begrijp werkelijk niet waarom u dat nou niet aanvaardt. Mag ik dat uitleggen? Want dit is wel best wel belangrijk. Mevrouw Buitenweg, die zet mij neer als een kleine jonge man die graag een sticker wil. Ik wil helemaal geen sticker. Mevrouw Buitenweg, het volgende is gebeurd. We gingen met z'n allen een wet behandelen. En we hebben allemaal ons best gedaan om die wet beter te maken, zoals de politici betaamt. En die wet is ruimschoots aangenomen in beide kamers. En toen is die wet aangenomen. Stempel erop, klaar. Wat ik toen heb gedaan, als politicus die niet uit de formatie weggelopen is, als politicus die wel wil proberen om deze wet beter te maken, want daar ben ik heel consistent in. Ik ben niet consistent tegen. Wil ik het ook nog wel eens een keer hebben, hoor, over de formatie. Die laten we nu even zitten. Ik ben niet consistent tegen deze wet, daar heeft de heer Van Raak in. Maar ik ben wel consistent voor een betere wet op de inrichting en veiligheidsdiensten. En ik heb een tweede kans gepakt die u niet gepakt heeft. Ik heb namelijk met 3 coalitiepartners afgesproken dat we deze wet na 2 jaar gaan evalueren. Daar was geen ruimte voor in de Kamer en door toedoen van D66 is die ruimte wel. Daar hebben wij een politiek handvat om heel kritisch met allerlei verschillende mensen naar deze wet te gaan kijken en er beter grip op te krijgen. Maar ik vind dat geen sticker waard. Nee. Het is mijn dure plicht om de komende jaren deze wet heel goed in de gaten te gaan houden op basis van feiten, op basis van onderzoek, op basis van evaluatie en niet op basis van angsten die worden aangepraat door de heer Van Raak en door u. Ik ben een reaal politieker en ik ben geen dromer. Ik kom bij. En ben u al 2 keer aangesproken, u staat buiten dit debat, meneer Van Raak. Ja, dan moet ik mij niet aanspreken. Ja, dan heeft u pech gehad. Mevrouw Buitenweg, kunt u ingaan op het punt van meneer Verhoeven, die zegt, ja, in die wet, die commissies gaan niet alleen kijken of die grenzen niet overschreden worden, die gaan vooral ook kijken of het wel proportioneel ingezet wordt en of het wel past ook binnen de afspraken die we gemaakt hebben. Ja. Daarmee vervalt, zegt hij, uw kritiek dat de grenzen van de wet ruimer zijn dan de bedoeling van de wet. Dat is niet waar. We hebben een paar keer al vandaag ook geconstateerd dat er een aantal zaken verder meer mochten dan eigenlijk, dat formeel meer mocht dan de bedoeling was of dan de politieke afspraken over waren gemaakt. En waar een evaluatie gaat over hoe het dan in de afgelopen 2 jaar, als we over 2 jaar een evaluatie gaan maken, dan weten we hoe het in de afgelopen 2 jaar is geweest. Maar dan weet je het natuurlijk nog niet hoe het in de komende paar jaar is. En je maakt een wet natuurlijk niet alleen maar voor eventjes. Dat maak je voor op de langere termijn. En een wet, en het blijft erop hameren, waar het gaat over mensenrechten, en dat is hier aan de hand, het gaat over privacy van burgers, dan moet je zorgen dat de overheid, de grens aan het handelen van de overheid, in de wet is opgenomen. En ik begrijp niet dat een liberaal dat niet juist steunt. Dat is heel cruciaal, dat je niet zomaar zegt, vertrouw vadertje staat, maar dat je echt zorgt dat die grenzen daarin die wet vervat zijn. Mevrouw Buitenweg zegt, nu is misschien inderdaad, zegt die commissie ook weer, nou, je mag 130 rijden, niet veel meer. Dadelijk komt er een andere minister, tijd. Andere minister. En dan opeens zeggen ze, rij maar 180. Ja, deze wet, zoals bijna alle wetten in Nederland, deze wet is gebaseerd op het feit dat hij aan de minister die er verantwoordelijk voor is een aantal gedelegeerde bevoegdheden geeft. Dus als we een nieuwe regering krijgen, dan krijgt die nieuwe regering die gedelegeerde bevoegdheden. Dus we hebben altijd een probleem als er een totale machtsverzending in Nederland plaatsvindt. Ik vind dat geen goed argument. Wat ik wel een goed argument vind, is dat we ons op een aantal punten zorgen moeten maken, omdat het misschien zo zou kunnen zijn dat deze wet op een aantal onderdelen te veel ruimte over zou laten. Ja. Dat is de angst van mevrouw Buitenweg. En die angst heb ik ook op een aantal punten gehad, een jaar geleden. En die heb ik natuurlijk nog steeds. Vervolgens kun je maar 1 ding doen met die angst.
Kijken of die gegrond is. Kijken of die angst gebaseerd is op feiten. Mevrouw Buitenweg zegt de hele tijd, dit gaat mis. Dat gaat straks fout. Dit gaat gebeuren. Dat weet mevrouw Buitenweg ook niet. Maar dat weten we allemaal dat niet. En daarom moeten we niet kijken naar angsten. We moeten kijken naar feiten gebaseerd op de evaluatie. En die evaluatie is niet zomaar even een politieke afspraak met een aantal vriendjes bij elkaar. Nee, het is gewoon een afspraak in het regeerakkoord. Maar wil ik nog wel eens iets op zeggen. De brief, we hebben morgen bespreken wij een brief van mevrouw Ollongren. En daar heeft zij net de passage in het regeerakkoord iets veranderd. Want als ik haar brief lees, dan zegt zij niet, we gaan het evalueren en daarnaast ook kijken hoe we de wet dan kunnen aanpassen. Zij zegt, we gaan de wet evalueren om eventueel het toezicht aan te passen. Dus zij heeft helemaal beperkt, zij heeft het helemaal niet opengehouden dat we nog zeg maar de grenzen, zoals bijvoorbeeld het buitenland, hè, de grenzen aan het buitenlandbeleid over het ongelezen data, of je dat nog wil gaan delen, dat heeft ze nu al buiten beschouwing gelaten. Dus volgens mij gaat die evaluatie beperkt zijn. En mijn oproep is, stem gewoon tegen. Niet om die hele wet weg te gooien, want er zijn heel veel elementen ook prima, maar hij moet op een aantal vlakken moeten de gaten worden gereden. Nee, die evaluatie zal gaan over alles. En mevrouw Ollongren kan nog zoveel brieven naar de Kamer schrijven. We hebben in het regeerakkoord afgesproken dat die wet geëvalueerd wordt. En op basis van de evaluatie wordt die al dan niet aangepast. Daar sta ik voor. En ik was erbij bij het regeerakkoord. Ja, heel mooi. U krijgt vast een applaus voor dit debat. En dan ga ik... U wilde zo reageren. Ik ga eerst even naar de zaal, dan kom ik bij u. Ik heb nog een vraag met betrekking tot het toezicht. Iets wat niet ter sprake is gekomen is de samenstelling van de TIP. Dat bestaat uit twee oud-rechters en een meneer die zichzelf technisch... expert noemt. Die technisch expert mag noemen. Deze meneer is voormalig baas van Fox IT en heeft zich meermaals uitgesproken voor... verruiming van de inlichtingendiensten Dus jouw vraag is dat wel de geschikte persoon? Ja, is dat een geschikte... Nou, hij is een geschikt persoon, maar hij heeft geen... Er is geen hoor en wederhoor in de zin van dat hij tegenspraak krijgt. Want die oud-rechters hebben maar beperkt inzicht in zijn kennis. En ik vraag me af, hoe werkt dat dan? En hoe werkt zo'n besluitvormingsproces binnen de TIP dan precies? Is de TIP wel kritisch? Is die man wel kritisch genoeg? Absoluut. Weet, het is een unanieme voordracht van de Kamer. Hè? Dus SP, GroenLinks, VVD, iedereen was daarvoor. En de heer Prins, want daar gaat het hier over, want we kunnen zijn naam gewoon noemen. Dat is algemeen bekend, openbare informatie. Hoeven niet spannender te maken dan het is. Die heeft ongelooflijk veel technische kennis bij die dienst. En dan zeggen mensen, ja, hij heeft bij de dienst gewerkt, dus dan zal hij wel altijd voorstemmen. Dat weten we helemaal niet. Ik denk dat hij heel kritisch en onafhankelijk zou kunnen zijn. En als hij dat niet goed doet, zijn werk, dan zullen we hem daarop aanspreken. Maar hij is unaniem door de Kamer benoemd op deze functie, terwijl er ook andere kandidaten waren. Ja, meneer Van Rijk. Ja, meneer Van Raak? Ik denk dat die mensen wel een hele moeilijke taak krijgen. En dat meen ik oprecht. We hebben nu een toezichthouder, die heet CTIVD. En die kan echt in de kluis, zoals dat heet. Die kan echt naar de spullen kijken. Die kan met alle mensen praten. En wat we nu krijgen is twee rechters en een technicus. En die krijgen om te beginnen ontzettend veel op hun bord. En dat zijn hele ingewikkelde, moeilijke beslissingen waarin ze weinig tijd hebben en ook weinig informatie hebben. Dus ik denk dat dat een heel moeilijk punt gaat worden voor de komende jaren. Maar er komt nog iets bij. Ja. Doordat we massaal informatie op grote schaal gaan binnenhalen, moet dat op geautomatiseerde wijze. Dat gebeurt met algoritmes. En de CTIVD heeft al aangegeven, en dat geldt voor deze mensen aan de voorkant nog veel meer, dat kun je eigenlijk bijna niet controleren. De enige manier om dat te controleren is algoritmes te bedenken die er dus nog niet zijn. Die algoritmes die de geheime diensten gaan gebruiken, die nog niet klaar zijn, moeten gaan controleren. Dat wordt dus een hele, meta-algoritmische controle. En waar eigenlijk niemand, in ieder geval geen mens meer aan te pas komt. En ik denk dat dat ook nog wel heel veel problemen gaat geven. Omdat feitelijk er geen mens meer is die meekijkt. Helder verhaal. Ik ga kijken naar helder verhaal. Er klopt niks van. Dit moet gewoon geschrapt worden uit de verhandelingen. Dit is echt u totaal bent echt aan het woord geweest, meneer. Goed, ik ga naar de vraag van deze mevrouw. Yes. Ik had een vraag over de evaluatie. We zijn partijgenoten en ik herken daar een beetje de consultancy-mentaliteit van D66 in. Probleem bij dit soort punten is vaak dat het niet helemaal omhoog komt op het moment in een evaluatie, maar dat het ook tussendoor goed mis kan gaan. En zo'n evaluatie gaat ook tijd overheen. Ik geloof niet dat dat binnen
de overheid binnen 2 weken geregeld is. Wat zijn de waarborgen op het moment dat tussendoor in die 2 jaar... dat er blijkt dat die wet toch niet werkt? Of dat er inderdaad massaal gegevens worden verzameld die daar niet horen te liggen? Want het gaat wel om mijn gegevens die ik niet op een plek wil hebben waar ze niet horen. Als over een jaar al blijkt, nou, is misschien helemaal perfect. Wat doen we dan? Ja, nou ja, als lid van een... Van een echte consultantspartij, denk ik dat het altijd goed is om te kijken naar wat er daadwerkelijk gebeurt. En als er na een jaar blijkt, bijvoorbeeld op basis van een CTVD-rapport, want die gaan gewoon vanaf dag 1 aan de slag. Hè? Die toezichthouder gaat gelijk vanaf dag 1. Maar ook bijvoorbeeld op basis van een journalistieke vondst. Of een uitgelekte informatie van een klokkenluider uit een bevriend land of een onbevriend land. Als blijkt dat daar dingen misgaan en dat wordt bekend. Dan denkt u toch niet dat we zeggen, nou, we gaan pas over 2 jaar de wet evalueren. Dan blijkt dus eerder dat die wet niet functioneert. En dan zullen we eerder dan dat in actie moeten komen. Dat doen politici namelijk altijd. Dus 2 jaar evalueren is een soort maximale periode. Maar als het eerder nodig is om iets aan die wet te doen, dan doen we dat natuurlijk gewoon. Doen we het eerder. Helder. Ja, mooie vraag die hierop aansluit. We zitten hier met 4 politici en we hebben het nog niet over het politieke toezicht gehad. Wel opmerkelijk, want in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten is teruggebracht tot alleen maar de 5 grootste partijen. De rest van de partijen is dus uitgeschakeld. Bovendien zijn het alleen de fractievoorzitters die deelnemen aan die vergaderingen. En we weten allemaal dat die het veel te druk hebben met de waan van de dag. Waarom regelt u het eigen toezicht, het politieke toezicht, niet veel en veel beter? Nou, die fractievoorzitters hebben het helemaal niet zo druk. Die van u is een van de weinigen die het leest, maar alle anderen niet. Okay. Ik ga even inbellen. Nou, mijn fractievoorzitter die zit daar nu ook in. En zelfs voorzitter nu van de club. Ja, wat ik begrijp, en ook zeker van de afgelopen jaren, is het in intensiteit zelfs toegenomen. Het aantal ontmoetingen van de geheime commissie, zoals die heet, of de commissie stiekem, of het CIVD, zoals die ook heet. Die frequentie is hier toegenomen, dat weet ik. En als het gaat om ons aandeel, en we willen het liefst zo openbaar mogelijk, en dan is onze commissie aan zet. Ja, Kees Verhoeven gaf het eigenlijk al aan in antwoord daarop. Als het om deze wet gaat bijvoorbeeld. En ik ken de CTVD, heb ik mee kennis mogen maken. En ik heb de eerste rapporten ook mogen lezen in aanloop naar het debat van morgen. Ja, dat is echt een onafhankelijke waakhond die echt in de pijpen gaat bijten. En ik maak me daar echt geen zorgen over als het dus al in een vroeg stadium al misgaat. Maar u zegt bijten. De CTVD mag toch vooral zeggen, we vonden een slecht idee, Kamer, grijp eens in. In plaats dat er zelf gaat bijten. Ze moeten toch meer de Kamer opdracht geven om te bijten? Nee, zij voeden ons, maar zij mogen zelf ook bijten. Het is een onafhankelijk toezichthouder. Vraag ik over de commissie stiekem natuurlijk. Is een toezichthouder. Daar zit de SP niet meer in. Ik heb daar geen probleem mee met de commissie stiekem. Als er bijvoorbeeld als er een aanslag dreigt of zo, dat er allerlei belangrijke maatregelen moeten worden genomen, dat als het gaat om dit soort operationele erkennis die je niet in de openbaarheid wilt, dat die gedeeld wordt in die commissie stiekem. Dat is niet ideaal, maar dan is er in ieder geval nog, zijn er een paar mensen, politieke leiders van de grootste partijen, die er iets van weten. Maar wat mijn vermoeden is, als ik die jaarverslagen lees, is dat er veel meer gedeeld wordt. En op het moment dat het in die commissie stiekem gedeeld wordt, wordt het dus niet meer met ons gedeeld. Nee. Kunnen wij het er niet meer over hebben? Weten wij het niet. Dus ik ben ook bang dat die commissie stiekem ook gebruikt wordt om informatie een beetje te stallen. Ik heb het jaarverslagen gelezen dat er bijvoorbeeld over het vakantiehuis van Willem-Alexander uitgebreid besproken werd en dergelijke. Ja, ik hoop dat de 5 mensen die daar nu zitten heel erg kritisch zijn dat het alleen maar om actuele operationele informatie gaat. Waarom gaat u daar zelf niet zitten? En wij mogen daar niet in deze samenstelling. Goed, we gaan naar een laatste vraag uit de zaal, want dan moeten we onderhand alweer gaan afronden. Oh, ja, nog een beetje. Mevrouw hier. Ja, want er stellen hier nog over toezicht. En ik ben blij dat iedereen zo enthousiast is over de CTVD. Maar waarom is hun advies niet bindend? Want zij mogen alleen advies geven aan de minister. Maar wat hun advies is, dat is niet bindend. Dus het kan ook gewoon naast zeg, leer worden gelegd. We leven in een parlementaire democratie. Met andere toezichthouders is het wel zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Er zijn heel veel verschillende soorten toezichthouders. Hier vind ik het van belang dat zij een openbaar rapport maken over de dingen die ze gevonden hebben. En vervolgens is het aan het parlement om op basis van die scherpe bevindingen te handelen. Ik vind het beter dat de Kamer, de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, op basis van die informatie handelt, dan dat we dat aan een CTVD zouden overlaten. De tegenstander, bent u het daarmee eens? Voor een deel. Meestal worden die adviezen overgenomen. Maar hier geldt ook dat een deel van de adviezen dus naar de commissie stiekem gaat en we het dus niet weten. Dus ik, ja, om het
absoluut bindend te laten zijn, dan heeft de heer Verhoeven gelijk. Dan vervalt elke politieke afweging. Ik vind het wel een extreem zwaar advies. En ik zou graag willen eigenlijk dat die adviezen ook niet te snel naar de commissie stiekem gaan, maar vooral naar ons. Goed, helder. Er valt nog heel erg veel over te zeggen over deze wet. Dat gaan we wel doen, maar aan de bar, want met bier erbij is altijd beter praten. We gaan eens eventjes zoomen naar 22 maart, de dag na de verkiezingen. Wat gaan we dan doen? Allereerst wil ik even, we gaan eens even naar het stemsysteem. Allereerst wil ik even van de zaal weten. Bent u overtuigd geraakt gedurende het debat? U heeft geluisterd naar alle argumenten, de voor- en tegenstander. Als u nu zou moeten stemmen, wat gaat u dan doen? En dat gaan we even uitsplitsen naar wat u in een eerdere ronde gezegd heeft. Of u voor of tegen zou stemmen. Even kijken hoor. De meeste tegenstanders blijven tegenstander, maar sommige worden voor. De meeste voorstanders blijven voor, maar een aantal worden tegen. En de onbesliste mensen, of de mensen die eerst nog niet bijgedaan hadden. Het kunnen overigens mensen ook via de livestream zijn die hier aan meedoen. Die kunnen. Dus het gaat redelijk. Er zijn iets meer voorstanders tegenstander geworden. Mag ik eens kijken? Nee. Er is iets meer tegenstander voorstander geworden. Je heeft gelijk. Is er ergens een tegenstander die voorstander is geworden in de zaal? We gaan gewoon uw IP-adres nu erbij halen. We gaan u vinden. Dat zijn de Russen, jongens. Dit zijn de Russen. Ja, Poetin weet wel wat u gestemd heeft. Is er iemand die dat wil toegeven? Of weet u niet meer? Dan gaan we de andere kant. Is er iemand die voor was die tegen is geworden? Dat durft toe te lichten. Jongens, ik heb zin in een biertje. Ja, dat is. Voor mij heeft iedereen heeft die Korsakoff. Goed. Gaan we met elkaar biertje. Nou, dat kunnen we niet toegelicht krijgen. Dan gaan we eens even naar de volgende vraag. Wat moet de politie doen met het uitslag van het referendum? Het is 22 maart, er is wat gestemd. Zegt u, dat moeten ze hoe dan ook overnemen? Zegt u, dat hangt wel een beetje af van de opkomst. Is die 30% gehaald? En is het 51%? Is toch wel anders dan als er 81% gestemd is? Of zegt u, nee, u bent gekozen voor een eigen mening. Het is een raadgevend referendum, geen collectief referendum. U moet gewoon uw eigen mening houden. Nou, daar denkt de zaal referent over. Is er iemand van u die het referendumuitslag niet hoe dan ook gaat overnemen? Stel dat de opkomstdrempel gehaald is. Het woord overnemen is hier zo gevaarlijk. Ja. Dat is bij het Oekraïne-referendum helemaal misgegaan, het woord overnemen. Ja. Wat is overnemen? Er staat in de wet dat we op basis van de referendumuitslag de wet moeten heroverwegen. Dat staat in de wet, dus dat gaat sowieso gebeuren. Wat jullie er allemaal ook van vinden, want het staat in de wet. En we houden ons heel graag aan de wet. Dat is wat er gaat gebeuren. En als iemand zegt, ja, we moeten de uitslag overnemen. Nou, dan kun je een heel epistel gaan houden. Ja, voor GroenLinks en SP betekent het bijvoorbeeld dat ze tegenstemmen, omdat ze een andere wet willen hebben. Nou, dat vind ik al een hele ingewikkelde interpretatie. Laten we even de makkelijke kaas nemen. De meerderheid van de Nederlandse raad is misschien wat makkelijker. Toch? Het is wel aardig dat je ook voor mij kan. Ik ben best wel in staat om mijn eigen dingen te doen. Laten we eerst even de makkelijke kant nemen. Nederland stemt in grote meerderheid voor deze wet. Wilt u dan bij de heroverweging toch nog dingen anders aan de wet? Of zegt u dan, het volk heeft gesproken, we houden hem zoals die is? Dan heeft het volk gesproken. En dan blijft de wet zoals die is. Mevrouw Buiten? Ja, dan is dat zo. Dan zou ik het nog steeds willen dat inderdaad een aantal zaken heroverwogen worden. Omdat ik weet dat ook juist heel veel voorstanders ook toch met een aantal onderdelen van de wet grote problemen hebben. Maar dan blijft de wet zoals het is. Juist. Maar u gaat geen amendement indienen. Gaat u geen voorstel om het anders te doen? Dan heeft de bevolking gesproken. Ja. Oké, helder. Dan gaan we nu de andere kant eens even op. De bevolking zegt in meerderheid. Nee, gaan we even naar de volgende vraag in het systeem. Wat moeten we dan gaan doen? Moet dan toch alles houden zoals nu, hè? Gewoon de rug houden. Wat zegt u? Zegt u, we gaan helemaal opnieuw beginnen. We nemen een nieuw vel papier. We gaan opnieuw beginnen. Of zegt u, we gaan de wet aanpassen aan wat bezwaren over de privacy. Ja. Nou, drie mensen zeggen toch, we gaan het houden zoals het was. Dat willen mensen aanpassen. Meneer Asmani, de bevolking zegt een meerderheid nee. Wat gaat u doen? Ja, ik heb als politicus altijd geleerd om als danstelling om daar niet echt op te reageren. Ik probeer zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat de meeste mensen van Nederland gewoon voor deze wet gaan stemmen. Het advies. Wat leert om niet te reageren? Nee. Misschien doet u dat wel. Stel dan dat we dat doen. Volgens mij dus proberen we nu het debat te voeren met elkaar om het voor te stemmen. We zien dat gewoon op de uitslag. Het is een advies en dat wordt serieus in overweging genomen. Ja.
Zal ik er ook nog iets over zeggen? Of? Van mij, u zei net... Nou, u mag er nog, ik heb het over zeggen. Kom op, nou, Kees. Nou, ik vind dit namelijk een hele... Ik vind het echt een belangrijke vraag. En er staat hier nu overweldigend wet aanpassen aan bezwaren privacy. Ja, dat is echt zo'n algemene opmerking. En dat is dan hoe dan precies, op welk onderdeel dan precies. Wat we dan krijgen is een herhaling van het Oekraïne-referendum in 2016. Dan gaat de Tweede Kamer interpreteren wat ongeveer, naar eer en geweten, wat ongeveer die bezwaren zijn. En dan gaan we die wet op een aantal punten aanpassen. Dan doen we dus precies wat we na het Oekraïne-referendum hebben gedaan, waar iedereen zo woedend over was. Dus het is nogal wat om dat zo op te schrijven. Als je formeel naar de wet kijkt en je stemt tegen de wet op de inrichting en veiligheidsdiensten, dan wil je dat die weg van tafel gaat. En dan wil je dat de oude wet uit 2002 weer in werking treedt. Dat is wat je wil als je tegenstemt. En als je voorstemt, dan wil je de wet houden. En dan wil je zorgen dat hij na 2 jaar wordt geëvalueerd, zoals in het regeerakkoord staat. Ja. Mevrouw Wijdweg. Ik vind het wel interessant, want de heer Verhoeven had eerder gezegd van, oh, mensen moeten geen doembeelden creëren. Ja. En dit is precies een soort doembeeld. Namelijk van, oh, als u tegenstemt, dan blijven we zitten met die wet uit 2002. En dan zijn we helemaal niet voorbereid. Of wordt het oorlog. En dat is volgens mij niet reëel. Volgens mij zijn er heel veel mensen die hebben gezegd, ja, het klopt, dat de wet aangepast moet worden aan de nieuwe techniek. Volgens mij zijn heel veel mensen daarmee eens. Maar er zijn ook gerichte bezwaren. Juist bijvoorbeeld, dat kon je ook opmaken uit die peiling, maar bijvoorbeeld dat delen met buitenlandse diensten van ongelezen data, dat is iets wat inderdaad ingewikkeld valt. En zo zijn er een aantal punten, ook een aantal zaken waar u ook een politieke deal op heeft gesloten, zoals het gerichter maken van de zoektocht. Nou, er zijn dus inhoudelijk is daar ook een meerderheid voor. Ik denk dat ook een deel van de bevolking, als die tegenstemt, er ook voor zou zijn. Zit al op die wet, punten kan dus je het dus repareren. En dat wil niet zeggen dat alles open gaat, want ook GroenLinks had heel veel meer bezwaren. Die zullen we ook niet allemaal inbrengen, want dat is niet reëel. Je moet niet de hele boel overdoen. Maar op een aantal gerichte punten kan je de wet repareren. En volgens mij, als de wet afgewezen is, dan moet je die kans Maar het krijgen. Kan toch ook zijn dat de wet wordt afgewezen omdat mensen veel meer bevoegdheden aan de veiligheidsdiensten, veel minder controle en veel minder dingen. Hoe weet u nou dat de nee-stem betekent dat ze het met u eens zijn? Nou, dat is inderdaad lastig en dat vind ik ook inderdaad een probleem. Maar bij al die discussies die er nu gevoerd worden, merk je wel wat de probleempunten zijn. En ik heb eigenlijk nog niet in grote hoeveelheden mensen gehoord die zeggen van, nou, laten we echt de hele boel onder massale surveillance ook zonder gerichte zoekopdracht doen. Die heb ik nog niet veel gehoord. Nee, maar het referendum heet sleepwet. Dus de initiatiefnemers hebben het over die sleepfunctie. Dat is daar hebben ze handtekeningen voor. De initiatiefnemers kunnen een naam bedenken, maar dat slaat nergens op. Het is gewoon een wet. Laat me nou eens even uitpraten. Wat is er toch meneer Verhaak, een pilletje genomen of zo? Meneer Verhaak. De initiatiefnemers hebben een referendum gevraagd om de sleepnet. De sleepwet. Daar hebben ze handtekeningen voor opgehaald. En dat is dus dezelfde functie dat je ongericht grote databestanden binnenhaalt. Dat kun je aanpassen. Dat staat in de wet. Dat wilde de heer Verhoeven er nog uit amenderen. Dat kunnen we doen. Dat kunnen we uit de wet halen. En volgens mij komen we daarmee... Okay, meneer Verhoeven, anders dan bij het Oekraïne-referendum, zeggen deze twee. Anders bij het Oekraïne-referendum is redelijk duidelijk wat mensen willen, dat in ieder geval die wet updaten, dat wil eigenlijk iedereen wel. En dan iets minder sleepnet. Dat is gewoon niet waar. Je weet niet wat precies de reden is. En je weet ook niet wat de nee-stemmer precies voor verandering wil. Dat kunnen deze twee personen claimen. En dat bedoelen ze volgens mij met hele goede intenties, maar je weet het niet. Maar we kunnen meneer Kannen laten uitzoeken. Ja, meneer Kannen kan heel veel uitzoeken. Ik doe liever iets anders. Ik ga liever niet af op de mening van de bevolking over de zorg en angsten over deze wet. Ze aangepraat door een aantal felle tegenstanders die allemaal onjuistheden zeggen. Ik ga liever na 2 jaar gewoon evalueren waar de wet niet opgevolgd wordt. En als de wet op een aantal punten op basis van feiten niet wordt opgevolgd, dan ga ik liever daarop af dan een aantal interpretaties van angsten van de bevolking over een wet. Ja, dus maar met andere woorden, wat gaat u doen op 22 maart als de bevolking overwegend nee stemt tegen deze wet? U bent... Hoe komt u daar nou bij? Meneer Verhoeven... Nee, want u zei net dat ik voor mezelf moest redeneren en u ook... Ja, goed, u gaat allemaal voor uzelf redeneren. Meneer Verhoeven, de mensen zeggen nee. Wat gaat u dan voorstellen in de Kamer? U bent op 22 maart de eerste die het hoort. We zullen die uitslag echt moeten weten voordat we erop vooruit gaan lopen. Het enige wat ik weet is dat in de wet gewoon staat dat het kabinet de wet die dan dus een referendumuitslag kent, moet heroverwegen. En dat zullen we gaan doen. Die belofte ga ik u zeker aanhouden. Maar het is geen belofte. Dat ik u als eerste mag bellen. Dat ik het als eerste weet. Oh, dat, nee, dat mag u. Dat willen we. Dat is wel een belofte, goed. Ja. Ik ga de wekker vroeg zetten op 22 maart, afhankelijk van de uitslag. Er valt nog veel over te zeggen. U krijgt misschien niet altijd een sticker voor elkaar uit laten praten. U krijgt in ieder geval wel allemaal een sticker in uw schriftje dat u hier bent geweest en met verve uw standpunt verdedigd heeft. Dames en heren, mag ik een heel hartelijk applaus voor onze vierde betere stand vanavond. En
Ik wens u alle vier nog heel erg veel succes met het uitdragen van uw standpunt. De komende weken op 22 maart gaan we het van u horen. Voor nu wil ik je uitnodigen om een biertje te drinken aan de bar. Ja.